Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn bij dit toch wel belangrijke thema die we hier met elkaar gaan bespreken. Goedenavond voor alle mensen hier thuis. Goedenavond voor alle mensen die op dit moment vanuit huis ingeschakeld zijn en AT5 kijken. Ook voor u een hartelijk welkom. We gaan het met elkaar hebben vandaag over moslims in de media. Hoe moet het wel? En ik heb heel duidelijk een boodschap meegekregen vandaag dat we het met elkaar gaan hebben over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we niet alleen een goede representatie krijgen, maar er ook voor kunnen zorgen dat nieuws, media en alles wat daartussen en omheen zit ook aantrekkelijk is voor mensen met een islamitische achtergrond of daar interesse in hebben. We gaan kijken met elkaar hoe we dus een evenwichtige, representatieve situatie kunnen krijgen, want we hebben met z'n allen een enorme verantwoordelijkheid. Voor het geval dat u denkt, wie is die kale gozer die daar op het podium staat en waarom praat hij dit vanavond nou aan elkaar? Mijn naam is Karim Amgar, 35 jaar oud, vader van 3 prachtige kinderen, Hajar, Zeynep en Moussa. En ik ben hier vanavond als eervolle taak om dit allemaal aan elkaar te praten. En niets anders dan dat, want we hebben vandaag een line-up op Champions League niveau, kan ik jullie vertellen, die jullie allemaal vanuit hun professionaliteit gaan bijpraten over de dingen die zij doen en hoe zij kijken naar het thema van vanavond. Ik zou het ook wel heel interessant vinden om jullie een klein beetje te leren kennen. En dat doe ik eigenlijk altijd, zodat we een klein beetje van elkaar weten wie is. Naast wie zit ik nou eigenlijk? En dat we een klein beetje verbinding met elkaar kunnen creëren. Dus ik begin even met de vrij simpele vraag. Wie is er net als ik geboren in Nederland? Sta even op, oh, dat moet ik zeggen. Sorry, sta even op. Want dan kan ik de zaal in om te kijken wie niet. Wie niet? Ik had het wel benieuwd. Niet geboren in Nederland, waar wel? Nee. Waar ben je geboren? Rusland. Rusland? Marokko. Marokko? Hebben we er nog een paar? Ja hoor, geboren in? Bangladesh. Bangladesh? Bangladesh. Check. Doen we er nog één. Geboren in? Marokko. Marokko. Check, mag je weer gaan zitten? Als je veel met mij gemeen hebt, dan gaan de calorietjes van het avondeten er in ieder geval vanaf Marwan zitten. Jij weet als je veel met mij gemeen hebt. Dan zeg ik, ik ben religieus opgevoed. Ik ben religieus opgevoed. Wie nog meer? Check. Ik ben nog steeds religieus of spiritueel. Of dat ben ik nu wel. Check. Nee, ja, zoekende kan ook natuurlijk. Wat ben ik? Dat weet ik niet. Mag je weer gaan zitten? Ik werk in de media. Wie nog meer? Wie werkt er in de media? In die grote, boze mediawereld. Nou, dan ga ik een aantal mensen vragen. Wat doe je dan? Wat doet u? Ik ben regisseur. En waar doet u dat? Bij de NTR. Wat is je naam en wat doe je? Ik ben Shano. Ik ben genrecoördinator van kennis, educatie en levensbeschouwing bij de NPO. Oké. Ja. Hebben we daar nog achterin één? Wat is je naam en wat doe je? Hi, ik ben Judith en ik doe video bij Brandpunt. Oké, dankjewel. Mag je weer gaan zitten? Dan zeg ik, wie werkte dus niet in de media? Willen die even gaan staan? Ja. Ja. Wat is je naam en wat doe je? Julia, ik ben coördinator voor slachtoffers van mensenhandel. En vanuit welke hoedanigheid of met welk interesse ben je hier vanavond? Ja, überhaupt interesse in hoe narratieven in de media worden vormgegeven. Dat is meer brede interesse. Cool. Dankjewel. Niet in de media werkende, maar wel hier vanavond aanwezig. Waarom? En wat is je naam? Mijn naam is Emma Gun en ik werk bij de gemeente van Amsterdam. En ik ben ook benieuwd naar wat jullie allemaal zo al te zeggen hebben over hoe moslims in de media worden weergegeven. Check. En daarbij toe te voegen hoe we artikelen interessant kunnen maken voor die islamitische lezer. U bent hier vanavond ook, werkt niet in de media. Waarom bent u hier vanavond? Wat is uw naam? Anna Vogel. Volgens mij zijn we uitgenodigd vanuit Centrum de Middenweg. Een moskee waar heel veel bekeerlingen zijn. En een aantal van onze mensen zijn al heel vaak in de media geweest. De media komt ook heel vaak op bezoek. En we vinden wat eruit komt niet altijd goed. Dus er is nog wel wat ruimte voor verbetering. En daarom dacht ik, laten we komen. En er zijn er nog een paar zo daar. Ja. Dankjewel. Mogen jullie weer gaan zitten? Fijn om jullie een klein beetje op deze manier te leren kennen. Is er iemand die niet heeft gestaan? Die durft nou niet meer.
Nee, oké. Dus we hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Dat is altijd wel interessant. Want we gaan het vandaag inderdaad hebben over... ja, hoe zit dat nou eigenlijk met die representatie? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat media ook aantrekkelijk is? Of in ieder geval ook aantrekkelijk wordt? Volgens mij is dat op heel veel momenten en op heel veel plekken... ook echt zo, maar soms kan dat nog echt wel beter. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat verbetert hier met elkaar? Het geeft me een ontzettend goed gevoel dat jullie met zulke grote getalen hier vanavond aanwezig zijn. Dat zegt iets over verantwoordelijkheid, dat zegt iets over gevoel, dat zegt iets over je het belangrijk vindt en interesse. Dat geeft mij als persoon, in ieder geval als vader van drie kleine kinderen, die hier hopelijk een prachtige toekomst hebben, geeft dat mij een ontzettend goed gevoel. En daarom wil ik met jullie vandaag ook echt in gesprek over hoe kunnen we dat dan ook beter doen. En uiteraard kunnen we onszelf hier en daar wel eens betrappen op wat er niet goed gaat. Die deur staat echt niet helemaal dicht of zo. Maar we willen vooral vandaag met elkaar praten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ervoor zorgen dat moslims in de media op een representatieve manier worden geportretteerd. En dat we dus ervoor zorgen dat media aantrekkelijk is voor mensen met een islamitische achtergrond. Of daartussen en omheen. Dat ga ik uiteraard niet alleen doen. We hebben daar een ontzettend mooi programma voor. Het eerste onderdeel is uiteraard met de mensen die ervoor gezorgd hebben dat we hier vanavond met elkaar zijn. En mag ik daarvoor een hartelijk applaus voor Somaya Geaminia, zeg ik eventjes, redacteur religie en filosofie. Marije van Beek, chef religie en filosofie. En uiteraard Wendelmuut Boersema, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Ja, kies een mooi plekje uit. We zijn nog helemaal free wat het gaat. Marije, om maar meteen bij jou te beginnen. Als chef religie en filosofie. Van waar de ambitie van Trouw om vanavond dus zoveel aandacht te geven aan dit thema? Namelijk journalistiek over en voor moslims. Ja, precies, dat is de vraag waar ik het even over wil hebben. Want ja, wij komen als krant natuurlijk ook ergens vandaan. Die ambitie die is niet nieuw, zeg maar. Goede journalistiek over en voor moslims willen maken. Het is eigenlijk al heel oud. Echt al vanaf begin jaren 90 heeft Trouw een redacteur islam. Dus ver voor de hele media-hype na 9-11. Het past bij Trouw omdat we hebben dus een gespecialiseerde redactie, religie en filosofie. Met journalisten die gespecialiseerd zijn in verschillende religies. In protestantisme, in katholicisme, in filosofie, zingeving en in islam dus. Ik moet af en toe even naar adem op. Sorry. Het is helemaal oké. Okay. Ik bedoel, het is ook een baby en heel veel snot. Ja. Je hebt wat water voor je overigens. Ja, en ik kan ook heel goed zingen als je denkt, nou, zing even een liedje. Dan heb ik eventjes relaxed mijn moment te pakken. En kan dank ik weer je, helemaal dank los. Je, ja. Uiteraard. Nee, ja, we hebben dus, het is eigenlijk wel het is iets bijzonders bij Trouw. Dat we hebben meer dan welk ander medium dan ook aandacht voor religie en filosofie. Ook eigenlijk internationaal zijn er amper kranten die zoveel over religie schrijven als wij dat doen. Al hebben wel natuurlijk grote kranten als de New York Times, die hebben ook gespecialiseerde journalisten op verschillende religieuze gebieden. Maar toch zijn journalistiek en religie twee domeinen die vaak met elkaar op gespannen voet staan. Journalisten met hun sceptische houding die graag het gezag bevragen tegenover gelovigen die dat niet altijd kunnen volgen als het om hun persoonlijke religieuze beleving gaat. Daar zullen we straks nog wel wat uitgebreider over spreken, denk ik. Als een van de oorzaken waar het wel vaker misgaat als het gaat over moslims en de media. Ik vind het ook leuk om te vertellen van hoe komt het dat Trouw... Dat Trouw dat heeft, zeg maar. Waar komt dat vandaan? En dan moet ik echt helemaal bij het begin beginnen, toen Trouw nog een gereformeerde verzetskrant was. In de beginjaren van de oorlog merkten journalisten in Nederland
dat de nazi's de persvrijheid begonnen te beperken. En ook gereformeerde journalisten van de Standaard, die merkten dat het bij hun krant gebeurde. Dus die begonnen voor zichzelf. En ze gingen in het verzet, dus gewapend en al. Om de verhalen te kunnen blijven maken die waarvan zij dachten dat ze nodig waren in die tijd. Ze waren heel diep gedreven. Wilden ze strijden tegen het kwaad wat Hitler en de nazi's in de zin hadden. Diep gedreven vanuit hun geloof. In een God die opdracht geeft tot barmhartigheid. En dus het was het verzet in de oorlog kwam uit allerlei hoeken. Je had communistisch verzet, je had katholieke verzetsgroepen, lokale verzetsgroepen. Maar voor de gereformeerden, die zeg maar vrome, gezagsgetrouwe mensen, was trouw een van de belangrijke groepen. Even een soort van fast forward. Hoe kom je dan van zo, weet je wel, gereformeerd, gezagsgetrouw, bij wat we nu vandaag zijn? Ik denk altijd van, om in het verzet te gaan, moet je natuurlijk ook heel eigenwijs zijn. En dus de mensen die trouw hebben opgericht, die waren gelovig. Maar hadden ook, heel duidelijk, weet je wel, hun eigen ideeën. Dus in de beginjaren van de krant was de lijn nog best een traditionele vorm van christendom. Maar in de jaren, dus hou dat eigenwijze even vast. En dan in de jaren 80 en 90 is er echt een hele omslag gekomen. Dat was bij trouw, maar ook in de hele, het hele gereformeerde volksdeel, zeg maar de mainstream gereformeerden. Die zijn op tal van maatschappelijke onderwerpen gaan van positie veranderd, eigenlijk progressiever geworden. Er kwam in 1970 de eerste gereformeerde predikanten op de kansel. Nora, heette ze trouwens. Moest ik vanavond aan denken. Nora, ben jij dat toevallig? Ja. In 1979 heeft de gereformeerde kerk schuldbelijdenis betuigd tegenover homo's en lesbiennes, om hoe onvriendelijk de kerk die heeft bejegend. Dus weet je, je voelt dus, dat is wat ik bedoel met progressiever. En trouw wakkerde dat soms aan of werd er ook onderdeel van. In ieder geval, die gemeenschap veranderde. En dat heeft denk ik ook, dat zag je natuurlijk in de hele maatschappij. En dus ook de kerk, de mainstream kerken zijn destijds ook heel erg veranderd. Het heeft deels ook te maken met de geschiedenis van de Holocaust, denk ik. Waarbij men toch plots wel inzag van, wat er gebeurt als je niet de ander respecteert. En dus kwam er ook meer aandacht voor het respecteren van de andere gelovigen. Dat gold voor de Joodse, hoe er naar de Joodse gemeenschap werd gekeken. Daar kwam toenadering vanuit de kerken. En dat geldt ook voor, dat strekte zich denk ik ook uit naar de islamitische gelovigen. Omdat er gewoon een veel opener levenshouding kwam, zeg maar, in het gereformeerde volksdeel. Dus bij trouw zorgde dat er dan weer voor dat de kerkpagina, die maakte plaats voor de redactie religie en filosofie. En toen we zijn uiteindelijk zo over alle religies gaan schrijven. En dan komen we bij vanavond. Wat we de laatste jaren zagen, is dat het daar nog een beetje bleef hangen. En we hoorden dat jonge, vaak hoger opgeleide moslims ons met heel veel interesse lezen en volgen. Maar tegelijk zagen we ook die kloof tussen moslims en de media. En vroegen we ons ook af van, zijn we er eigenlijk wel genoeg voor deze groep? En wat kunnen we doen om hier aan te werken? Dus zodoende deze avond. En dat begon allemaal met het onderzoeksproject van Somaya. Waar ze nu wat meer over en daar gaan vertellen. We een bruggetje naar maken. Ja, want we zien ontzettend veel mooie dingen achter ons en voor ons. En voor heel veel mensen die in de zaal zitten, zijn jullie geen onbekenden. Somaya, mag ik bij jou beginnen? Want we hebben hier ook nog contact over gehad.
over dit prachtige project wat je bent gaan doen. Mag ik eerst beginnen bij, hoe was het voor je dat je hiermee aan de slag ging? Was het spannend of had je er wel vertrouwen? Ja. Nou, het was een van de redenen waarom ik weer terugging bij Trouw eigenlijk. Ja? Ja, ik dacht, dit is wel een prachtig voornemen en een heel mooi project. Ja, waar je echt verschil kunt maken. Hoe is het ontstaan? Nou, ja, dan kijk ik toch ook even naar Wendelmoed. Veel aan, hè? Adjunct hoofdredacteur. Hoe is het ontstaan, Wendelmoed? Nou, ja, jij kwam bij mij. Wij doen, ik vul je aan. Ja, wij doen meerdere onderzoeken. Maar hier waren we toch al snel de vraag. Wij willen met mensen die onderwerpen verbeteren. Maar dan moet je ze natuurlijk eerst vragen. En dat leverde ons meteen de eerste grote hoofdvraag op. Want we doen vaker enquêtes en panelonderzoeken. Maar ik weet ook van mijn achtergrond als politiek redacteur dat in panels zijn mensen die zeggen ik ben moslim en bijvoorbeeld gevraagd worden naar stemgedrag of andere dingen, eigenlijk heel erg ondervertegenwoordigd. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een sessie van onderzoekers van de universiteit die op inventievere manieren ook met social media bijvoorbeeld opinieonderzoeken deden in andere landen zoals Iran, waar je mensen met alternatieve methodes moet benaderen. Dus bijvoorbeeld eentje is dat je niet je gebruikelijke panellijst uitstuurt, maar bijvoorbeeld sneeuwbalt. Dus we zijn ook met islamitische organisaties gaan praten van willen jullie meedoen, willen jullie je leden benaderen met de enquête. En daar kwam eigenlijk al vrij snel ook uit dat gesprek met die wetenschappers voor welke terreinen zullen we dan bevragen. En toen zijn we eigenlijk heel dicht bij onze eigen interesses gebleven van ja, we willen eigenlijk gewoon weten over loopbaan en carrière, over partnerkeuze, relatie en hoe dat zich verhoudt tot je geloofsovertuigingen. Dus op die manier zijn we eigenlijk tot een vragenlijst gekomen. Ja, dus het allereerste, eigenlijk de allereerste vraag waar we benieuwsgierig naar waren. Dus er wordt natuurlijk continu onderzoek gedaan naar allerlei groepen in de samenleving, ook naar de islamitische Nederlanders. Maar die onderzoeken hebben best wel veel beperkingen. En wij waren vooral heel erg benieuwd naar de leefwereld van de jonge Nederlandse moslim, vaak hier geboren en getogen. Hoe beleeft hij nou zijn of haar geloof gewoon in het dagelijkse kleine leven? Hoe kijk je naar dingen? Dus dat is wel even, dat was eigenlijk het startpunt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat best lastig was in die zin. Hoe kom je daarbij als het andere ook niet altijd is gelukt? En hoe wordt zo'n onderzoek ontvangen? Door misschien wel een groep die ook wel denkt, ja, wat gaan ze met die informatie doen? Ja, nou, daar heb je meteen een goede te pakken. Ja. Want kijk, dat is natuurlijk ook de aanleiding om met jullie hopelijk straks in gesprek te gaan. We hebben eigenlijk vanaf het begin gemerkt dat er... wij waren oprecht nieuwsgierig, omdat ook wij eigenlijk vrij eenzijdige verhalen lezen over moslims in Nederland. Maar en die zijn vaak toch wel negatief. Dat weten we ook uit allerlei onderzoeken. En we waren vooral nieuwsgierig naar die jongere groep. Omdat die ook heel erg divers is. En we wilden heel graag die diversiteit ook in kaart brengen. Maar dan loop je natuurlijk heel snel tegen een drempel aan. En dat heet wantrouwen. Voelde je die? Was die... Ja, ja. Hoe merkte je dat? Nou, dat begon eigenlijk met de vragenlijst al. Hè? Dus dat je als krant een enquête maakt waarin we vanaf het begin wel heel erg ons hebben voorgenomen. We gaan niet over de mensen allerlei dingen uitstrooien. We gaan de mensen die wij graag willen leren kennen ook erbij betrekken. Dus wat Wendelmoed net zei, hè, we hebben ook een groep mensen gevraagd om mee te denken. Ook met een islamitische achtergrond. Zonder onze eigen journalistieke nieuwsgierigheid los te laten. Want dat is natuurlijk daarvoor doe je belangrijk. Wat je doet. Ja, precies. Die wantrouwen laten we wel voorop stellen, die begrijp ik heel goed. Dus die is er niet voor niets. En ook ik had met sommige vragen mijn twijfels of moeite. Moesten we echt met elkaar in discussie of in gesprek? Waarom willen we dat nou weten? Is het gek als ik vraag welke vragen dat waren? Of kun je één voorbeeld geven? Zeg van nou liever niet hier.
Nou, vragen bijvoorbeeld over hoe kijk je aan tegen homoseksualiteit in relatie tot je geloof. Dat zijn gevoelige vragen natuurlijk, ja. Ja, het is misschien wel goed om te vertellen, want uiteindelijk werd het een hele lange lijst. Waarbij je natuurlijk ook met de onderzoekers die de lijst voor ons verwerkten discussies had van als je de Islamitische Studentenvereniging vraagt om die lijst te verspreiden, welke groep krijg je uiteindelijk binnen? Daar hebben we met hun een heel interessant gesprek over gehad. Want volgens de standaard van dit is representatief voor iedereen onder de 40 die zich islamitisch noemt, hè, je hoeft ook niet moskeegaand te zijn of zo, dat werd heel lastig. Waardoor we ook een soort van traditionele voorpagina, zoals je als media graag uit een enquête wil van 40% vindt dit. Of nou ja, die vraag die net gevallen, ga je daarmee een kop maken? Chocoladeletters hebben we niet bij trauma. Ga je daar een soort van in steen houden en zeggen, dit vinden ze? En daar hebben we discussies over gehad, want het panelbureau vond dat bijvoorbeeld, ja, die doen dat altijd. Dat rapport komt dan online en dan mag iedereen daarin kijken. En dus was het eigenlijk voor hun een beetje teleurstelling, denk ik, dat wij uiteindelijk zelf zeiden, we laten die voorpagina voor wat het is. En we zetten de andere delen van het project, waar we natuurlijk ook al mee bezig waren, straks aan bod komt het fotoproject van Marwan, maar ook de met jou, hè, dat we de scholen in zouden trekken. En de persoonlijke verhalen die Somaya gemaakt heeft, die zetten we voorop. En de resultaten uit de enquête gaan dat ondersteunen, want daar zagen we wel hele leuke trends in, zoals de pogingen om moskeebesturen te emanciperen, daar kregen we antwoorden over. En ik vind zelf een van de gouden opbrengsten is dat de laatste vraag van mogen we je nog eens benaderen over de verhalen die jij mist, dat daar meer dan 100 mensen zeiden van dat mag. Ja. En die hadden we anders ook nooit gevonden. Bijzonder. En dan doen we nog één vraag, want dan gaan we door naar het volgende onderdeel, want we gaan jullie nog uitvoerig spreken zometeen in het panelgesprek. Wat mij heel erg bijblijft is, uiteindelijk hebben jullie ervoor gekozen om niet die cliché-koppen te maken. Wat voor mij dan als consument dan meteen de vraag doet reizen, hoe en waarom heb je daar dan of niet voor gekozen? Of waarom denk je dat anderen daar dan misschien wel voor zouden kiezen? Ergens is daar iets gebeurd. Wie beslist dat? Is dat misschien de eerste vraag? Wie beslist dat? Weet u dat? Dat was dat, ja, met elkaar. Dat chef? Ja. Wij die hier zitten, denk ik. Ja. Want het peilingbureau was best wel een beetje teleurgesteld, denk ik. Ja. Maar die zijn wel met ons meegegaan, hoor. Ze vonden ons argument. En ik denk, ja, media is ook zo ingericht. Want als je een onderzoek, groot onderzoek doet en je mist een keiharde voorpagina, hè, zo werken journalistieke prijzen, dan stuur je dat zo in en zeg je, ja, en dat onderzoek is dat en dat ontdekt. Wordt het overgenomen door andere kranten als het op de voorpagina staat? Ja, dus kan je ook best wel kritiek op krijgen, dat je een beetje gaat twijfelen. Ja, wat hebben we dan? Het is ook de vraag, waar ben je naar op zoek? Ja. Ben je op zoek naar een lekker sentimenteel, sensationeel. voorpagina nieuwtje waar je dan vervolgens lekker ook overal terug ziet komen? Hmm. Of ben je op zoek naar terug naar de intentie, namelijk we willen echt weten wat leeft er nou onder deze jongeren? Onder deze grote brede groep. En daar zijn we denk ik wel trouw aan gebleven. Ja, trouw. Ja. Lijkt bijna een discussie tussen ego en impact. Zoveel mogelijk of echte impact. Dat is wel, en soms betekent dat laatste natuurlijk dat je niet misschien de meeste lezers hebt, maar wel misschien veel grotere impact. Mag ik een hartelijk applaus voor deze drie geweldige mensen van trouw. We gaan door naar het volgende onderdeel. En dat is met niemand minder dan onze fotograaf des vaderlands, Marwan Maghroum. Marwan, kies een plekje. Ja, ik vind het ook zo gek dat jij daar nu achter gaat staan. Ja, is goed. Oké, okay, dan gaan we dat gewoon doen. Ik heb vandaag echt expres van die mooie schoenen aangedaan. In de hoop dat mensen dus ook mijn schoenen zouden zien. Herken je dat dan ook even? Ja, leg ze op tafel. Okay. Marwan, jij hebt iets toch wel vrij bijzonders gedaan. Ja, vind je? Ja, dat vind ik wel. Ja. Vind jij dat niet? Nou, vertel waarom vind je het. Het is goed dat je dat zegt. Ja. Waarom ik het bijzonder vind, is omdat ik nog niet eerder zulke intieme foto's heb gezien van moslims vanuit mijn eigen perceptie dat liefde
niet per se iets is wat je heel duidelijk zichtbaar maakt aan anderen. Ja. In ieder geval in de cultuur waar ik vandaan kom. Was dat iets wat je zelf ook merkte? Ja, misschien zijn het beelden die ik zelf gemist heb. Natuurlijk zie je veel bruidsfotografie, dat het wel een soort van een beetje snoezig en zo is. Nou, ik mag misschien mensen van de regie nog eens even de beginfoto van moslims in de media terug. Want dan zie je eens iemand die heel dicht bij elkaar, ja, daar linksboven bijvoorbeeld. Daarvan dacht ik, oh ja, zou ik dat durven met mijn vrouw? Ja. Ja, waarom niet? Zou ik dat durven? Ja, dat is een goede vraag. Nee, maar oprecht. Ja. Ik durf daar best persoonlijk over te zijn. Zou ik dat durven met mijn vrouw? Ik weet het niet. Met angst van, wojo, wat raar. Wie zei het? Ja, Shuma. Shuma, ja. Nee, ja. Heb je dat laat ik vragen, wat ben je te weten gekomen over die intimiteit bij deze mensen die je hebt gefotografeerd? Ja, ik denk dat het eerst bij jezelf begint. Ik denk mijn eigen reis als persoon, als man, denk ik ook. Op zoek gaan naar wat intimiteit betekent in deze samenleving. En ja, bij die reis begin je bij je eigen opvoeding. Maar ook hoe jij staat in het vraagstuk intimiteit. Nou, het is al een ingewikkeld ding om in deze samenleving überhaupt intiem te zijn met jezelf. Laat staan met een ander. En ja, ik vond het. Ja, bij het benaderen van Somaatje bij dit onderwerp bracht ik het ook. Want volgens mij was het meer zo van, zou je deze jonge koppels kunnen fotograferen? En mijn insteek was van, hoe mooi zou het zijn als ik soort van die intimiteit daarin zou mogen zien? En zo ben ik eigenlijk gekomen om dit te gaan doen. En ja, dat trek ik nu een beetje door. Ik doe dat nu. Ik heb nu ook een fotoserie gemaakt voor One World, waar ik dat nu met eerste generatie migranten heb gedaan. En dat is ook echt enorm soort van geland bij heel veel mensen, omdat ze die beelden, wat je net zei, gewoon mensen groeien helemaal niet op met zulke beelden. Het wordt ons ook helemaal niet toegeschreven. Ik kan me nog één keer herinneren dat ik het had gepost op mijn Instagram-account en dat iemand had gereageerd, wel lafjes hoor, wel gewoon een soort van, ja, gewoon heel preuts, heel preuts. En dit had ik toen met iemand besproken en die zei van, ja, de westerse intimiteit is vaak een soort van productgericht, heel soort van, het moet porno zijn voordat het soort van intiem is of zo. En daar ben ik het gewoon helemaal niet mee eens. En dus vandaar dat ik deze fotoserie heb gemaakt. Gewoon het basale leven van mensen die van elkaar houden. Dus, en elkaar lief hebben. Zo simpel is het. En ingewikkelder dan dat moet je het ook niet maken. Maar dat betekent ook dat we deze beelden zo zien. Dat betekent ook dat het nodig is dat we deze beelden zien. Want hoe genuanceerder soort van de moslim of de migrant of weet ik veel wat, hoe genuanceerder dat in de nieuws terugkomt, hoe minder soort van stereotyperingen en stigma's zullen ontstaan. Ik durf, dus is helemaal niet de bedoeling, maar het is ook best persoonlijk te maken in die zin dat ik aan het begin toen mijn oudste wat ouder werd en heel bewust meekreeg wat er thuis gebeurde. Mm-hmm. Ik ga nog niet alles vertellen wat er thuis gebeurt, maar. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dan. Ik ben opgegroeid met ouders die elkaar echt geen kus geven. Nee. En ik denk dan, oh ja, dat is misschien wel de manier hoe het zou moeten. Ja. En dat ik, is een goeie. En toch merkte ik dat het impact had op mijn kinderen. Waarvan ik denk, oh ja, dat moet je misschien juist wel doen in het bijzijn van jouw kinderen. Liefde. En welke tonen. Hoe zag je de impact dan op jouw kinderen? Nou, ik merkte dat de kinderen dat een beetje gek vonden. Liefhebben, knuffelen. Als je dat met je partner doet. En ik denk, oh shit, ik hoop niet dat zij straks opgroeien en een partner ontmoeten waar ze mee zouden willen trouwen. En dan vervolgens dat ook lastig vinden om te doen. Ja. En wat ik daarmee wil zeggen, om de brug te maken, is, dat komt ook omdat ik los van hetgeen wat ik thuis misschien niet per se heb gezien, ook nooit op beeld in kranten heb gezien. Nee. Dit is best, voor mij, best baanbrekend. Zie je dat zelf ook zo?
op basis van de reacties wel. De reacties die ik heb gekregen was het zo van, wauw. Het zo simplistischer, dus zo simpel, maar heel erg complex en gelaagd. Zit daar een boodschap in die heel veel symboliek brengt in wat wij kunnen zien al voor mensen in de samenleving als een persoon die, die we iets toeschrijven. Mm-hmm. Dus als we het hebben bijvoorbeeld over moslims, daar zitten allemaal ideeën bij, een soort van... Door beelden. Door beelden. Ja. En het is niet het eerste wat iemand zegt van, oh ja, dat lijkt me echt een hele liefdevolle, intiem persoon of zo. Tenminste, dat is mijn beleving van wat ik weet vanuit de media. En het is heel mooi om... Ja, ik werk vanuit een bepaalde filosofie. Dat is, beelden kun je eigenhandig niet veranderen. Dus ideeën, stereotyperingen, dat kan je niet veranderen. Maar je kan er wel beeld naast zetten. En toevoegen. Dus beeld toevoegen aan het spectrum wat wij eigenlijk allemaal al hebben. Zodat mensen meer keuze hebben in wat zij tot waarheid kunnen nemen. Waardoor, ja, wat ik net al zei, minder stereotyperingen en minder stigma's zullen zijn op een bepaald doelgroep. Het voeden van het onbewuste van mensen. Zijn er mensen in de zaal die meegedaan hebben aan dit fotoproject? Toevallig? Weet ik helemaal niet dat zo is. Ja, er is iemand die meegedaan heeft. Oké. Mag ik vragen hoe dat voor jou was? Wil je even je naam noemen en hoe was het voor je? Mijn naam is Jor Malek. En ik deed mee aan de enquête. De enquête. Ja, daar heb ik meegedaan. En toen kreeg ik een appje. En of ik misschien ook zo'n fotoshoot wil doen. Of ik in de krant wil. Cool. Vond je dat spannend? Jawel. Maar ik wou het ook wel een keer. Dan heb ik ook mijn 15 minutes of fame. Zo dacht ik, ja. Ja. En je bent aan het bouwen aan die beelden in dat onbewuste natuurlijk. Ja, ik heb hem niet toevallig gefotografeerd. Volgens mij een andere fotograaf, als het goed is. Check. Dat geeft toch helemaal niet? Nee. Ik vind het wel interessant. Maar hij is gefotografeerd. Hier ja, op. Maar niet door de fotograaf des vaderlands. Ja. Dat is dan wel weer jammer. Ja, dat is wel wat anders. Is die. Ja. Applaus hoor. Fotogeniek ook. En jij? Wat is je vraag? Gefotografeerd? Was het spannend? Zo, ja. Nee, ik vond het wel ongemakkelijk omdat het buiten was. Dus dan stonden wel mensen te kijken van waarom wordt zij daar gefotografeerd. Is dat voor de Instagram of zo? Maar nee, ik vond dat niet heel raar of spannend of zo. Okay. Dankjewel. Zijn er nog vragen voor Marwan? Het gebeurt niet vaak hè, dat we de fotograaf des vaderlands hier in de ruimte hebben. Zijn er mensen die een vraag hebben voor Marwan? Mag wel, hoeft niet. Anders dan ga ik gewoon nog even een vraag stellen. Hij maakt er gebruik van. Ja. Wie bent u? Bekend gezicht van tv toevallig? Vrijuit. Nee, ik was benieuwd, wat kunnen we nog meer van jou verwachten, Marwan? Want ja, baanbrekend, ook op andere terreinen misschien? Ik ben bezig eigenlijk meer met die intimiteitsserie. Ik ben nog wel een paar andere fotoseries aan het maken. Het zit op mijn lip, maar ik mag het gewoon niet zeggen. Ah joh! Nee, als gewoon alle mensen thuis gewoon even hun ogen dicht doen nee, en wij beloven. Ik kan het echt niet vertellen, nee. Kun je wel iets zeggen? Nee, iets, waar, nee het is wel toekomstmuziek. Nee, maar ik kan het niet zeggen. Want gaat het over moslims? Anders willen we het niet weten. Geintje. Nee, maar ik mag het niet vertellen. Maar, ik wou wel zeggen dat het op mijn lip stond. Wij respecteren dat en ik bel je, vanavond. Nee, maar je had nog... Nee, ja, dus ik ben daarmee bezig. En ik werk gewoon vanuit een bepaalde filosofie. En daar, net als mijn project The Life of Fathers, die heel veel... Waar een documentaire over gemaakt hebt? Ja, een documentaire over gemaakt. Dat valt ook gewoon onder de filosofie dat ik graag verhalen wil vertellen uit de samenleving die vaak is het zo cliché, een soort van die onbelichte dingen. Maar het is juist gewoon beelden die je niet vaak ziet, maar zo doorgaans dus heel basaal zijn. En dat daar dat is me gewoon vaker gelukt om daar met de Life of Fathers daar verschillende prijzen daarmee heb gewonnen. Ja.
Dat vind ik overigens over jouw fotoreportage van mensen met die rode zak van die supermarkt. Van de Dirktassen bedoel je? Vind ik ook een super bijzonder iets wat super bazaal is. Onwijs mooi maken. Je hoeft helemaal niet te choqueren met een, even in mijn taal, een dikke vette tongzoen, moslims zoenend, om daar een mooie fotoreportage over intimiteit over te kunnen maken. Ja, ik hou. Ja, ik heb. Ja, als fotograaf let ik gewoon heel erg op wat er in de samenleving gebeurt. En dat gaat soort van op sociologisch, antropologisch niveau, maar ook gewoon op heel. Gewoon hoeveel tassen. Bijvoorbeeld, het is me nu heel erg opgevallen dat heel veel mensen een basic fit tas dragen, bijvoorbeeld. Een rugtas. Dus ik zie dat gewoon en dan ga ik dat gewoon fotograferen. Gewoon meer als archief voor mezelf. En dat begon eigenlijk met de Dirktas. Dus die rode tas met witte letters. En dus zo ga ik eigenlijk een beetje als fotograaf door het leven. Door dat soort dingen op te vangen. Maar ook wel de diepe sociologische dingen probeer ik dan zo basaal mogelijk te fotograferen. Waardoor het beter vast of ja... Beter soort van beklijft, ja. Ja, beklijft inderdaad in het collectieve geheugen. Maar ook nog heel belangrijk is dat uiteindelijk collectief erfgoed wordt. Mm. En ja, dat kan je van tevoren niet. Je weet niet van tevoren of dat ineens een prijs gaat winnen. Of net als de Life of Fathers door in de Rijkscollectie is opgenomen. Dat kan je niet van tevoren. Incalculeren. Maar dat het gebeurt, dat is wel heel erg fijn. Waardoor uiteindelijk het Nederlands... Het Nederlands zijn veranderd. Ja, dus dat doe ik ook als fotograaf des Vaderlands. Als ambassadeur voor de Nederlandse fotografie. Is het heel fijn om Nederland te herdefiniëren. Vet. Ja. Dankjewel daarvoor. Mag ik een hartelijk applaus voor Marwan Magroen. Ja, en als u denkt, wat hebben we nou nog meer op het programma staan? Nou, we hebben nog twee onderdelen, namelijk 1. In gesprek met een aantal panelleden, wat ik al vertelde op Champions League niveau. Geen druk, maar toch wel een klein beetje. En dan vervolgens ook met jullie in een soort Q&A in gesprek te willen gaan. Mag ik in die volgorde een hartelijk applaus voor Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing bij de NTR. Somaje heb ik net gehoord, Gaminia. Redacteur islam bij Trouw en auteur van de verhalen over jonge moslims. Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur Trouw nog een keer. Nora Akhtar, theatermaker, tv- en radiopresentatrice en creatief producent. Freek Staps, hoofdredacteur ANP. En last but not least, Dennis van Luling, adjunct hoofdredacteur RTL Nieuws. Ben ik overigens nog goed te verstaan in de zaal? Achterin check ik vooral eventjes. Oké, fijn. Wauw. Wat een mooie verhalen al. Mag ik... Carmen, je begint net met water inschenken. En daarom begin ik ook gelijk meteen bij jou. Mag ik bij jou als eerste vraag meteen stellen... Wat is voor jou, omdat we toch in die sfeer zitten van veranderen... jouw best practice als het gaat om journalistiek voor en over moslims? De best practice is meestal voor mij niet iets heel groots of iets heel spectaculairs. Maar waarvan ik denk dat echt enorm goed gelukt is... is dat wij vorig jaar tijdens Ramadan met een uniek project zijn begonnen... door een dagelijkse ontbijtshow te brengen op de radio. En toen nog op een online zender met de titel Suhoor Stories. Een idee trouwens van Nora Akhtar... en Rose Stories. Er wordt op de radio namelijk heel vaak gedacht van... Oké, we kunnen heel moeilijk vrouwen vinden... en we kunnen al helemaal geen vrouwen met een islamitische achtergrond vinden. En wij hebben gewoon 7 super top presentatoren gevonden. In 2 uur tijd. Ja, Nora die heeft gewoon een oproepje geplaatst. De blik presentatoren opengetrokken. Ja. Nou ja, echt het liep storm. Dus echt mensen, vrouwen die gewoon dat enorm goed hebben gedragen. En
Wat ik ook heel mooi vond met een enorm diverse islamitische achtergrond, dus niet alleen maar Marokkaans van herkomst, maar we hadden echt Bosnisch, Indonesisch, Surinaams, Turks. Dus dat is ook belangrijk. We zijn dat experiment gaan doen. Ik dacht eerst nog, oké, gaan we dat een maand volhouden? Maar vroeg ook, hè? Zo vroeg, want het was iedere dag zo geloof ik om 4:00 s'nachts, soms om 3:30 in de studio, voor een half uurtje radio. We hebben topgasten naar de studio weten te krijgen. En dit jaar zijn we inderdaad gepromoveerd, om even de voetbaltermen te blijven, naar de Champions League van de publieke omroep naar NPO Radio. Ik heb geen miljoenen deal. Daar mag dan wel een applaus voor, denk ik, toch? Ja. Dat doe je maar even. Ja. Toch? Ik zeg, dat doen jullie maar even. In die zin dat het best zwaar is, lijkt het me. Nou, eigenlijk viel het eigenlijk wel mee. Ja. Het is niet misschien zwaar, maar het is dan wel gewoon een kwestie van vertrouwen hebben. Omdat ik had ook van tevoren als hoofdredacteur kunnen denken, het zijn geen mensen met een journalistieke achtergrond. Het zijn geen mensen. Maar ik dacht, nee, het zijn mensen die natuurlijk iets heel veel andere dingen met zich meebrengen. Want ja, je moet ook maar gewoon we hebben echt een of andere K1-fighter met 1,5 miljoen volgers op Insta in de studio op zaterdagavond gekregen. Ja, die gaat gewoon normaal niet komen. Nee. Maar wel omdat we toevallig een presentator hadden die vroeg en dat die zei, oké, jij zit er, ik kom wel. Dus het is echt een manier om nieuwe verhalen te vertellen. En om een platform te geven aan mensen die je eigenlijk anders gewoon niet heel snel op de publieke zenders in Nederland tegenkomt. Nora, het is, lijkt me lastig een blik open trekken met 7 geweldige, waaronder jezelf, presentatoren. Hoe is het je gelukt? Such a white thing to say. Het was helemaal niet lastig. Ik dacht ook dat het lastig zou zijn. Ik denk, waar gaan we ze vinden? Het moeten natuurlijk ook nog eens mensen zijn. Uiteindelijk werden het vrouwen. Dat is eigenlijk een beetje per toeval zo ontstaan. En uiteindelijk ook een beetje succesformule geworden. Maar waar ga ik mensen vinden die en willen in de Ramadan en radio? Want een paar jaar daarvoor had Phoenix een poging gedaan en dat ging gigantisch mis. Dus durf ik dit nog wel aan? En de reacties die er kwamen waren echt zo tof. Binnen 2 uur had ik een lijst naar Carmen en Rose Stories gestuurd. Van dit zijn de meiden die graag willen. Hebben enigszins wel ervaring met spreken voor een publiek. Of willen daarin groeien. En toen zijn we gewoon gegaan. En welke 7 namen zijn dat dit jaar? Mogen jullie dat al zeggen trouwens? Ja. Nou, we hebben dit jaar 4 vrouwen van de vorige keer. En we hebben toen weer een nieuwe oproep geplaatst. En daar zijn echt weer 3 enorme talenten uitgekomen. Maar wat ik ook mooi vind om te zeggen, uit die 7 vrouwen van de vorige keer is 1 vrouw zit nu op de redactie van Nieuws en Koop Radio 1. Eén vrouw bij de NTR. 1 vrouw zit nu in de redactie van ons heel mooi programma Villa Ramadan dat we gaan maken. Nora, die timmert op heel veel vlakken aan de weg. We hadden Wasima, Tajmoet van Fanix. En we hebben het team uitgebreid met Mahi, die ook podcast maakt voor Fanix. Hajar, die was vroeger, ik denk dat heel veel mensen haar kennen als jeugdvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Toespraken met de koning gedaan. Heel veel. Dat is ook gewoon. Veroes, dat is een journalistiek talent die nu voor Human werkt. Dus ja, en we gaan op Radio 1. Dat vind ik echt zo. Dat is vet. Nacht. Super vet. Nora, jij hebt natuurlijk vorig jaar ook al gepresenteerd. Je gaat dit jaar ook weer dat, onder andere dat programma presenteren. Welke onderwerpen kwamen er voorbij en zitten jullie zo een beetje aan te denken? Oh, mijn god, dat zijn 30, 60 verschillende onderwerpen of zo geweest. Dit jaar, wat ik zelf persoonlijk heel belangrijk vind, is mentale gezondheid. Het blijft voor mij altijd een topic waar ik heel graag over wil praten, over wil leren. Dus die gaat voor mij, met mijn gasten, of in mijn tijd, gaat die zeker aan bod komen. Mm. Ik vind representatie in de media ook heel belangrijk. Dus ook daarin ga ik zeker het een en ander doen. En ja, voeding. Het is natuurlijk Ramadan, vind ik ook een heel belangrijk thema. Voor de rest laat ik me gewoon een beetje inspireren op wat de andere meiden doen. En dat vind ik ook wel leuk om daarover in gesprek te gaan. Dus dat is het toffe daaraan. We hebben op zich, we worden begeleid en ondersteund. En natuurlijk zijn de kaders, maar we krijgen ook wel heel veel ruimte om dingen uit te zoeken. En dat is wat mij betreft in medialandschap uniek. Met heel veel dank aan de NTR. Tof. Ja.
jij bent in essentie een best practice, hè? Hallo. Zoals we gehoord hebben. Ja. Freek Staps, hoofdredacteur ANP. Ja. Ken ik eigenlijk alleen van beelden, maar dat is waarschijnlijk nog veel meer dan dat. Of niet? Oh. We maken 1500 foto's per dag. Wow. 250 nieuwsberichten. Het radionieuws, misschien ken je radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. En we maken heel veel graphics. Ik zou trouwens, ik weet dat je een hele goede vraag gaat stellen. Ik weet niet wat de vraag is. Maar eigenlijk zie je. Ik ben helemaal zijig geworden van de foto's. Ik ben echt zwaar onder de indruk, Marwan. Ik wou het ook gewoon nog een shout-out geven. Ik vind het echt een prachtig beeld. En toen liet jij net ook nog, Karim, de namen van je kinderen vallen. En voor elke ouder. En trouwens, voor iedereen doet dat dan wat. En ik denk de hele tijd aan mijn kinderen. En ik weet dat ik ik ben een witte man en ik heb hele. Ik heb niet de zorgen die veel mensen in deze zaal hebben, maar ik wil wel zeggen hoe fijn het is als we het hebben over hoe het beter kan, dat we hier zitten met elkaar, met zoveel bekende gezichten. Ik heb ook twee kinderen en dat zijn ook biculturele kinderen en die komen ook uit een land waarvan allerlei stereotyperingen over bestaan, een heel ander land namelijk Amerika. Maar dus we willen met elkaar naar een betere representatie van hoe we er allemaal zijn. Dus ik wou alleen even zeggen, fijn dat we dit doen. Dankjewel. Fijn dat dankjewel. We dit gesprek ja, vind hebben. Ik ook, zeker. Ja, dus dank ja, het zeker. Trouw en pak uit de zwijger. En om bij jou te beginnen, ja, die hele goede vragen. Best oh ja, practice. Ja, maar, en nu? Best oh, practice. Nou, ja, wat is jouw best practice? Nou, ik zou hem eigenlijk heel klein willen maken. Dus de ANP, voor de mensen die dat niet kennen, is zeg maar, heet een persbureau. We maken de hele dag dingen waarmee we publiceren niet zelf, maar wij geven dat aan journalistieke redacties. En zij doen daar dan wat mee. Dus we maken eigenlijk heel veel hele kleine dingetjes. En wat ik al zeg, 1500 foto's per dag. Dat zijn dus eigenlijk heel veel momentopnamen van Nederland. Dus wij maken helaas niet dit soort prachtig werk, maar we maken heel veel snel werk. En onze best practice zit dus in de kleine dingetjes. En eerst iets wat we helemaal fout hebben gedaan, namelijk een paar maanden geleden was minister Schouten, demissionair minister Schouten moet ik dan zeggen, bij een basisschool waar kinderen ontbijt van school kregen omdat ze thuis geen ontbijt konden krijgen. En toen we later die foto's terugkeken, die dan een fotograaf voor ons maakte, zagen we dat Schouten zich de hele tijd positioneerde achter twee jongetjes die er anders uitzagen dan de rest van de klas. En de rest van de klas was wit. En toen dachten we, ik wou bijna een woord van vier letters gebruiken, maar we zijn erin gestonken. Er wordt een spel met ons gespeeld en dat moet je dus als journalist doorhebben. Dat hebben we gewoon niet doorgehad. En dat doet pijn, want die foto's verspreiden we dan. En dan dragen we dus bij aan het beeld dat zwarte kinderen geen ontbijt thuis hebben. En die witte kinderen, nou, die staan dus niet op die foto, maar die zaten ook echt in die klas, hoor. Ja. En die hadden ook echt dat ontbijt nodig. Dus dan baal je, dan schamen we ons en dan zeggen we tegen elkaar, dit moet echt beter. Praat jullie erover ook op de redactie? Oh, je gaat het de hele dag over. Ja? Okay. Je gaat het de hele dag over. En om dan ook te zeggen, wat leren we daar dan van? Want daar gaat het natuurlijk ook over in de journalistiek. Hoe kunnen we dit beter doen? Aanstaande maandag beginnen op de basisscholen weer de, het heet anders dan het CITO, maar weet je wel, die toetsen. De doorstroomtoets. Doorstroom, dank je, Carmen. Groep 8 is het, mijn zoon. Oh. Ja. Goed luk. Maar doorstroomtoetsen, dus daar willen we foto's van hebben. Want dat wil je aanbieden aan Nederlandse media, want die gaan die foto's op tv laten zien, in de kranten, op websites. Dus die foto's, welke keuze je maakt, dat maakt uit hoe mensen kijken naar leerlingen die goed met hun toekomst bezig zijn. Dus wat dachten we? Dit keer maken we leren van onze eigen fouten. En het was super makkelijk om een school in Nijverdal te vinden. Was geen enkel probleem, hadden we binnen een kwartier gevonden. En toen zei de fotoredacteur, ik accepteer dit niet van ons. Ik wil beter dan dit. En die vertelde mij vanochtend dat hij 1,5 dag is bezig geweest. En hij heeft nu een school in Feyenoord geregeld. Omdat hij wil laten zien dat dit ook Nederland is. En dat daar ook leerlingen zijn die een doorstroomtoets aan het maken zijn. Nou, dat is een best practice die heel klein gemaakt is, maar volgens mij is dat ook een deel van de opdracht die we aan onszelf moeten geven. Zeker. RTL Nieuws, adjunct hoofdredacteur. Wat is voor u? Ik ze lopen uren. U komt er die rimpel. Dat is toch. Dat is, nee, maar, of het is zo van, ik ben eigenlijk van de publieke omroepen en daar zit de commerciële of zo. Nee hoor.
Wat is voor jou een best practice? Aantal maanden geleden is natuurlijk het conflict Israël-Hamas helemaal opnieuw ontbrand. En alle nieuwsredacties voelden de eerste dagen, denk ik, het pijnlijke, het moeilijke van het maken van die verhalen. We hebben er met z'n allen mee geworsteld, ook wij. En wat ik er heel goed aan vond de eerste dagen, is dat ik merkte dat er ook spanning op de redactie kwam van, kunnen we het erover hebben met elkaar? Voel jij die pijn? En hoe hebben we het gisteren gedaan of niet? En nou, we voelden daar ongemak, dus we hebben toen een sessie georganiseerd om het daar met elkaar over te hebben. En in die sessie spraken vooral best wel veel islamitische collega's, collega's met een islamitische achtergrond, zich uit over wat ze vonden dat beter moest en wat we hadden gedaan en wat we misschien de dagen daarna moesten gaan doen. En ik zag de wat meer homogene groep luisteren en knikken. Nou, wat goed dat dit gezegd wordt. En op een gegeven moment was er een reactie. Dat was iets later na dat gesprek, zei iemand tegen een jonge islamitische collega van, ja, ik heb je gehoord, een heel goed punt, maar we moeten ook objectief verslag blijven doen. En toen zei zij tegen hem, en ik denk dat het 30 jaar tussen zat of zo, ze zei tegen hem, objectief, je bedoelt vanuit jouw witte westerse narratief objectief. Nou, hij schrok natuurlijk van de reactie van poeh, er is nogal een opmerking. Maar ik was op dat moment wel heel trots op haar dat ze zo durfde te zeggen en de pijn durfde te benoemen. En ook wel dat we dus wel een sfeer met elkaar hebben gecreëerd dat dit benoemd kan worden. En mede door die opmerking in de dagen daarna hebben we wel verhalen gemaakt die we daarvoor niet maakten. En ja, dat zijn toch wel van die kleine succesmomentjes in een wereld waar nog heel veel te winnen valt. Ja. Check. Ik wil bijna zeggen, er zitten een aantal mensen van RTL Nieuws hier in het publiek. Even factchecken. Nee, dat gaan we niet doen. Ik zag ze al een beetje knikken met, dat was die. Dankjewel. Ja, Wendelmoet en Somea, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Wat is jullie best practice? Ja, we hebben natuurlijk net al mooi verteld. Maar wat ik eentje die ik ook wel wil noemen is een hele mooie serie die Marije haar redactie nu doet. En die heeft te maken met dat je zeg maar de islam ook als religie in al zijn facetten laat zien. Dus dat je ook laat zien dat er hervormingsbewegingen zijn en veranderingen, kritische tekstbeschouwing en dat soort dingen. En dat is een hele mooie serie van vrouwen die de islamitische traditie bestuderen en die willen ontdoen van hun mannelijke blik. Dus het is een soort feministische insteek voor het onderzoek. En hij loopt nog, er zijn nu nog maar 3 delen van, dus. En die staat bij Trouw ook in een mooie lijn. Want wij hebben in de jaren 90 ook een serie gehad over Koranwetenschappers. Die lieten zien hoe, ja, wat ook met de Bijbel is gebeurd. Vaak tegen de haren van steile christenen in. Die lieten zien, er zijn verschillende versies. Zo is die overgeleverd, zo is die ontstaan. Met historisch onderzoek erbij en allerlei datatechnieken. Hoe oud is dat geschrift? En dat is natuurlijk ook bij de Koran aan de hand. En dat hoor je eigenlijk, de Koran is vaak zo stereotyp. Weet je, iemand dreigt hem te verbranden of zo. Het is een zo'n platgeslagen symbool. En hier zie je hoe mensen hun wetenschappelijke carrière daaraan wijden om daar naar de studie te doen. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie series. En merk je dat, want wanneer zei je, is die al uit of die komt nog uit? Er zijn nu 3 delen van verschenen, van die vrouwen. Die in die islamitische, met internationale vrouwen. Dus een Pakistaanse, ja. Amerikaanse vrouw en. En heb je het gevoel, want ik weet helemaal niet of jullie dat al onderzoeken, heb je een beetje het gevoel van, oké, dat wordt wel gelezen ook dat het voor die moslims is. Niet alleen mensen die het interessant vinden om over de islam te lezen, maar ook dat moslims zeggen van, nou, dit vind ik eigenlijk wel interessant. Dit is iets voor mij. Is het nou een hele lastige vraag? Ik heb het gisteren gedeeld in de groepsapp van Soor. Het is dus sowieso door 7 presentatoren gelezen. Ja. En chef redactie gaat iets zeggen. Natuurlijk altijd bij. We hebben zo'n lijstje in de app best gelezen stukken. En even kijken, die aflevering van de week stond toen ik eerder vandaag keek, zo ongeveer in de top 10. Dus wordt goed gelezen dus. Dat is natuurlijk wel, want daar ben je als journalist ook mee bezig. Zien ze wat ik doe en wat heeft het voor effect? En dat hebben we met jonge moslims, dat kunnen we, alle kranten, alle titels kunnen dat doen. Waar nemen mensen abonnementen op? En daar waren ze heel populair in. He, dus mensen die op je site komen en dan via zo'n artikel een abonnement nemen. Ja, zijn dat dan moslims? Dat weet ik niet. Dat kan niet achter die muur kijken. Maar ja, het is dus wel interesse. Grote interesse. Somaya? Nou, een van de grootste complimenten die ik kreeg was inderdaad een appje van, nou, dit is de eerste keer hoor ik van mijn nichtjes, mijn jonge nichtjes appen mij, dat het de eerste keer is dat ze zichzelf terugzien in de krant. Wauw.
Dus dat vond ik wel... daarmee hoop ik dat we ook de islamitische lezer bereiken. Maar ik denk dat het nog veel beter kan. Ja. En ik worstel daar zelf ook wel eens mee, hoor. Je schrijft een stuk, die schrijf je voor je lezer. En soms zit ik echt op het randje. Ik denk, ja, schrijf ik dit nu voor de niet-islamitische lezer die, ja, die meer toelichting nodig heeft op bepaalde termen of context? Of, ja, maar ja, als ik dat zo schrijf, dan denkt misschien de islamitische lezer, nou, bij Trouw, dat, weet je wel, dat sluit niet aan bij mijn belevingswereld of bij mijn kennis. Dus dat is nog wel een beetje zoeken. Check, dankjewel. Mag ik in ieder geval alvast een hartelijk applaus voor al mijn panelleden. Blijf even zitten. Want we hebben bedacht, we hebben jullie allemaal in de zaal met ontzettend veel kennis en kunde. Want een aantal van jullie ken ik. En een aantal van jullie die kijk ik in de ogen en denk ik, ja, het is veel te vertellen, veel nuttigs te zeggen. Maar we hebben hier natuurlijk ook deze mensen die jullie ook nog eens kunnen bevragen. Dus mijn allereerste vraag eigenlijk voor de aankomende 5 minuten, tot we de mensen thuis van AT5 gedag gaan zeggen, is: zijn er vragen uit de zaal voor deze 6 zeer professionele mensen? Knappe, lieve, goede, leuke mensen. Vooral die meneer met dat mooie kapsel daar, van ANP. Hetzelfde kapsel. Jij ook, hoor. Ik hou hem even vast. Ten eerste is het heel erg mooi dat jullie je hierin verdiepen. En er is zeker een behoefte vanuit de islamitische gemeenschap dat hier echt aandacht naar is. Ik ben zelf bestuurslid geweest van een islamitische studentenvereniging hier in Amsterdam. Alleen wat ik merk, ik ben op dit moment docent marketing aan de Hogeschool van Amsterdam. Dus vanuit die blik merk ik wel dat je hebt dan de doelgroep en dat is dan de islamitische gemeenschap. Maar ik zie dan niet helemaal dat je dan er echt naar bouwt en dan klantgericht zogezegd te werk gaat. Want aan de ene kant wil je wel die representativiteit. Aan de andere kant ga je wel doelgericht op naar de zaken waarvan je weet dat het niet helemaal mainstream is. Ik dacht zelf van, wat voor ideeën hebben jullie daarover? Want in mijn hoofd, zeg maar, als marketeer, klopt dat dan nog niet helemaal, alsof het dan twee zaken zijn die nog met elkaar clashen. Je durft hier antwoord op te geven? Hebben we iets meer context nodig? Ik persoonlijk hoorde het niet helemaal heel goed, omdat het best zacht is, die microfoon. Misschien kun jij de vraag herhalen. Ja. Dus in essentie is jouw vraag als marketeer, wil je zoveel mogelijk scoren? En aan de andere kant zeg jij, als mens wil je ook impact maken. En misschien scoort dat niet per se heel erg goed. Je hebt aan de ene kant je doelgroep. En die wil je gaan bereiken. En je wil dat ze representatief zijn in de media. Dus in Trouw en dergelijke. Dat wil je aan de ene kant. Maar aan de andere kant zoek je wel de zaken op waarvan je weet dat ze niet mainstream zijn. Om direct te zijn. Dit zijn bijvoorbeeld niet zaken die je dan... Waarvan de islamitische gemeenschap iets heeft van... in het algemeen van jippie, daarvoor gaan we de vlaggen uithangen of zo. Dus mijn vraag is dan eerder van, het lijkt wel een beetje te botsen. Niet per se een kritiek, maar wel een vraag wat ik dan heb in mijn hoofd van... je hebt dan het ene, je wilt dat het representatief is, maar aan de andere kant clasht het dan toch wel met die principe. Iemand die het aandurft, of misschien iemand in de zaal die het aandurft. Nee, ja? Ja, ga maar naar Ida. Hey. Nou... waar Soumaya eindigde, ik denk dat dat de hart is van de discussie waar we nu zijn als journalist. Ik ben zelf journalist, lang radio-televisiepresentator geweest. En we hadden het samen er even over. Namelijk de vraag is, als je wilt dat Trouw van iedereen wordt, dus ook van iemand met een moslimachtergrond, maar die lezer is natuurlijk een NN. Mm-hmm. Sterker nog, die lezer is vooral niet moslim. En dan even naar wat meneer hierachter zegt. Ga je dan dat doen wat die witte Nederlandse luisteraar, kijker, lezer wil? En schrijf je met hem of haar voor ogen en die punten? Of ga je zeggen, wat leeft er bij ons van binnen bij ons? En toen ik nog bij de NTR zat, gingen veel discussies in de eindredactie daarop. Ik vond dat je moet durven om in het hart te beginnen. Maar dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, maar als je dat doet, dan verliezen we die witte kijker of lezer. Dus je bent steeds aan het wikken en wegen. En ik denk dat de tijd waarin we nu zijn, dat interessant is. Voor jou als maker,
maar ook voor de medium waarvoor je werkt en dus voor die lezer. Want je kan zeggen, ja, we gaan het hebben over homoseksualiteit, want wij vinden dat. Maar terwijl misschien liefde en intimiteit en hoe dat eruit ziet en beleefd wordt op een heel ander punt is. Dat wil niet zeggen dat je het niet over homoseksualiteit hebt. Maar hoe doe je dat? En dat is iets, en wat je nu ziet in de praktijk, is dat een deel van de journalisten met kleur zeggen, dikke middelvinger, ik ga niet meer voor witte media doen, want ik heb geen zin meer om bij ABCD te beginnen. Dus de uitdaging is, voor jou als maker, kun je in het hart van het vraagstuk beginnen. Want wij, ik zeg het toe even zo, hè, degene van kleur of moslimachtergrond, je weet heel goed wat de vragen zijn die echt leven. Je weet heel goed waar het om gaat, maar je weet ook dat dat wat wij weten, die witte lezer, kijker, et cetera, luisteraar, niet per se weet. En die uitdaging. En dan heb je een hoofdredactie nodig, mijn inziens, die durft. Die zegt, ik durf in het midden van het hart, ik durf in dat hart te beginnen. En ik geloof dat je als maker dat wel kunt. Ik geloof dat je dat kunt, waardoor je in die weinig woorden iets zegt waarin en de nieuwe lezer, luisteraar, kijker, je snapt, maar ook de mensen die al veel meer weten. En dat is een heel. Ik vind dat een ontzettend leuk speelvlak. Carmen is nu hoofdredacteur. En ja, durf jij vanuit het hart, zeg ik dan maar even. Nou, ik werk volgens mij voornamelijk vanuit het hart. Maar wat ik gewoon het allerbelangrijkste vind, is dat er is heel lang altijd programma's gemaakt over. Mm-hmm. En nu maken we het inderdaad vanuit het hart. Ik denk ook dat je gewoon heel veel thema's zijn ook gewoon universeel. Thema's over de liefde, want ook in deze foto's. Ik denk gewoon, iedereen kan zich daar gewoon in herkennen. Ik bedoel, ik zie ook mijn partner. Ik bedoel, wij kunnen dat zijn. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk over de universele thema's. Wat ik ijzersterk vind aan de serie die Trouw nu maakt over ook dat beetje dat feminisme is. Ik denk dat je daar ook echt een publiek mee kunt vinden. Dat ook theologisch gezien mensen daar natuurlijk best wel in geïnteresseerd zijn. Ook gewoon de lezers van Trouw. Van hoe zijn bepaalde dingen, hoe worden die door wetenschappers binnen de islam? Dus dat het. Ik vind dat echt wel mooi dat dat diepgravend is. Dat je daar iets van opsteekt, dat je daar iets van leert. En dat ook echt wel een link heeft met andere theologen, andere wetenschappers. Dus ja, in die zin. Ik voel dat niet als heel veel lef hebben, maar gewoon eigenlijk ruimte maken voor de echte verhalen. Check, dankjewel. Voordat we naar de volgende vraag gaan, want er zijn een hoop vragen hier. Is het nu ook dus tijd om afscheid te nemen van alle mensen die thuis op dit moment aan het kijken zijn? Gek, zullen we even zaaien? Naar de mensen thuis. Dag mensen. Kijk, gek. Nu gaan we naar het echi. Nu gaan we zagen, jongens. Gestrekt been, knallen. Ik zag hier een hand en vervolgens daar een hand. Zal ik die in die volgorde doen? Zijn er nog andere handen? Want dan hou ik daar rekening mee in die volgorde. 1, 2, check. Wat is je naam? Wat is je vraag? Hi, ik ben Erva. Ik ben student. Volgende docentopleiding maatschappijleer. Sorry, ik was net even weg, dus ik weet niet of mijn punt al behandeld is. Maar ik zie zelf, want ik hou heel veel van nieuws kijken en kranten lezen, vind ik ook als docent maatschappijleer ontzettend belangrijk. Ik verwacht het ook van mijn leerlingen, dus het zou hypocriet zijn om het dan niet zelf te doen. Maar wat ik nu vooral zie, is dat moslims wel heel veel in de media komen, maar vooral heel negatief. Ik hou zelf heel veel van politiek en ik wil niet alles politiek maken, maar ik zit zelf erg met het dilemma met aan de ene kant vrijheid van drukpers, vrijheid van meningsuiting, zowel voor mensen als voor de media. Artikel 7 uit de grondwet, sorry, ik moet hem toch altijd weer laten zien. Ik heb hem altijd bij me. Maar ja, ik zit er heel erg met het dilemma dat ja, aan de ene kant vrijheid heel mooi is, maar aan de andere kant mensen die daar gewoon naar mijn mening keihard misbruik van maken en bijvoorbeeld moslims in de media afschilderen als een terrorist heeft iemand vermoord en dan soms bij een andere persoon die geen moslim is, een verwarde man. Ik denk dat het inmiddels wel een beetje veranderd is. Maar ook als ik bijvoorbeeld kijk naar de berichtgeving rondom Gaza. Sorry, ik ga het vanavond toch benoemen. Merk ik dat daar best wel verschillend in taal wordt ja, bekeken. Ik was vandaag nog bij een debat met Mark Rutte over de EU-top. En ik schrik daar ook echt van de bewoordingen. We hebben denk ik allemaal het NRC-artikel wel gelezen. Maar ik vraag me af hoe jullie in die dilemma staan. Of jullie denken dat er toch iets van een beroepscode moet zijn voor journalisten om taal niet subjectief in te vullen voor als iemand moslim is of niet.
Of dat je toch heel erg vast moet houden aan die vrijheid en juist mensen moet oproepen om gewoon hun verantwoordelijkheid te nemen? Oeh, filosofische vraag. Ja, beroepscode. Ja, goeie vraag ook meteen. Wie? Zullen we dan jouw vraag heel even ook erbij doen om toe te voegen? Dan kunnen de mensen van het panel, maar ook de mensen gewoon in de zaal. Hè? Ik bedoel, zij hoeven niet alleen het antwoord te geven. Jullie mogen er ook antwoord op geven. Zijn die vandaag ook andere geweldige mensen op Champions League niveau? Of UEFA? Ja. Nee, dat is eigenlijk een simpele vraag bij RTL, bij die discussie. Wat ik eigenlijk hoorde, dat het heel interessant was dat er een gesprek was. Maar wat ik eigenlijk wil weten, wat is er daadwerkelijk dan mee gedaan? En wat is er dan veranderd? Zijn de woordkeuzes veranderd? Is de context veranderd? Wat hebben jullie ermee gedaan? Want zo'n gesprek, dat is leuk en gezellig, maar ja... Wat is er daadwerkelijk door veranderd? Ja. Zullen we beginnen met die vraag en dan de code? Iets van een code? Let's go. Luling. We hebben de eerste sessie vooral gezien als ook even een sessie om het gewoon allemaal te benoemen. En de pijn te benoemen, alles op tafel te gooien. En een week later hebben we het nog een keer gedaan. Dat ging meer over de inhoud. Welke verhalen kunnen we nog maken die we niet gemaakt hebben op dit vlak? En wat interessante daar was ook wel aan onze correspondent op dat moment die aan de grens stond. Die kreeg natuurlijk van ons te horen, ja, we willen in het gebied zijn, we willen voorbeelden vanuit Gaza. En hij gaf, ja, ik kom daar gewoon niet en dat is gewoon heel erg moeilijk. En toen zei iemand tegen mij van, ja, maar dat kunnen we toch ook gewoon gaan vertellen? Waarom vertellen we dat niet? Van, wij staan hier in de Israëlische grens, daarom kunnen we dit perspectief vertellen. En we kunnen daar helaas niet zijn, we doen er alles aan om daar mensen te vinden. En... Vertel je dan ook waarom je er niet kan zijn? Is ja, vraag. Nou kijk... Het punt is, normaal gesproken ga je als journalist helemaal niet heel uitgebreid vertellen waarom je op plek A wel bent en plek B niet, want je gaat een verhaal vertellen. En toen de collega dat tegen me zei van, vertel dat dan eens voor de kijker ook veel duidelijker dat wij niet aan de Israëlische kant staan. Ik dacht, ja, dat is toch obvious, maar toen dacht ik, ja, leg dat dan gewoon uit. En dat deed zoveel. Ik kreeg hele positieve reacties op van, wat goed dat je het vertelt, nu snap ik wat meer dat je aan die kant van de grens staat. En naar aanleiding van die tweede sessie hebben we gewoon wel verhalen gemaakt. Iemand zei ook gewoon, oké, als je daar dan niet in kan, ga dan naar de Westbank en ga daar dan op zoek naar Palestijnen die kunnen gaan vertellen. En we zijn snel mogelijk die kant op te gaan om dat te doen. Dus het leidt wel uiteindelijk tot iets. Het begint met pijn en het leidt tot betere journalistiek. En mag ik daaraan toevoegen? Ja? Ook omdat er dus iemand in de organisatie of op de redactie zijn bek opentrekt en zegt van, nou wacht even, dit voel ik. Ja. Heeft dat geholpen? Nou, ik denk dat er twee dingen gebeurd zijn. 5 jaar geleden voerden we dit gesprek niet, omdat we ook gewoon veel minder moslims op de redactie hadden. Mm-hmm. En twee, die jongere generatie moslims heb ik misschien een beetje aan het objectiveren bijna. Maar ik heb het gevoel dat mensen zich ook steeds meer durven uit te spreken. Mm. Van, hallo, ik heb een purpose en ik ga ze vertellen hoe ik erover denk. En ik vind het echt heel tof om te zien. Meer uitgesproken. Ja. En dan die code. Want daar gaan ze niet aan ontkomen hoor. Je hebt hem helemaal meegenomen. Wat vinden jullie daarvan? Want het betekent ook wel misschien een klein beetje beperking van vrijheid. Ja, die snap ik niet helemaal. Welke beperking van welke vrijheid? Om jouw woorden te kiezen of wat bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Toch? Dat je niet selectief mag zijn in woorden. Toch? Dat is jouw opmerking. Waarom bij de ene zo hard en bij de andere zo zacht? Ja, klopt. En eigenlijk dat dilemma van vrijheid vanuit de grondwet, vanuit nou ja, allerlei wetten. Maar aan de andere kant ook gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Dus niet dat je bij de een terrorist mag zeggen en bij de ander verwarring. Dus dat je eigenlijk gewoon daarin dezelfde bewoording moet kiezen en niet mensen mag wegzetten, een bepaalde groep. Ik weet dat je niet mag discrimineren in Nederland. Maar gewoon expliciet dat er een beroepscode is waar gewoon duidelijk staat van je mag niet zomaar mensen dit label geven. Bijvoorbeeld of onderscheid maken tussen groepen. Dus gewoon ja, heel kinderachtig, maar dat je het nog meer vastlegt. En misschien is het heel controversieel wat ik ga zeggen. Ik ben het er niet per se mee eens. Maar politici leggen een eed af. Mensen bij de gemeente leggen volgens mij een eed af. Maar journalisten, iedereen mag zichzelf journalist noemen. Dus misschien is dat zelfs een idee dat je journalisten ook een eed laat afleggen. Ik kijk meteen naar de hoofd- en adjunct-hoofdredacteuren. Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Ja. Ja. Nou, ik vind het een heel interessant punt. Want wij zijn natuurlijk... woordkunstenaars, om het maar zo te zeggen. Wij werken, dat is ons deeg, elke dag. Woorden. Dus, en die dragen al die gevoeligheden met zich mee. En ik denk dat ons vertrekpunt altijd is... Wat zijn de feiten van wat is er gebeurd? Maar deze tijd... die discussie van wat zeg je met die feiten? Welk standpunt neem je in? Is je keus, en dat zijn allemaal hele subtiliteiten, maar die worden gevoeld door journalisten omdat ze met taal werken. Van
is je verhaal van de ene kant van de strijdend conflict abstract en militair en komen daar gewelddadige termen, is de andere kant het verhaal van de andere kant, is dat een verhaal van pijn en verlies en vader en kind. En dat zijn discussies, denk ik, die bij dit conflict, wat in oktober ontbrandde, heel erg aan de orde zijn geweest. En dat je ook als journalist bewust moet zijn, niet alleen hoeveel aandacht je eraan besteedt, of het label wat erop geplakt is. Hè, want wat je zegt van het voorbeeld wat je nam van iemand in een aanslag of een moord pleegt, vaar je soms ook een beetje op wat de politie zegt. Maar de politie heeft misschien ook last van vooroordelen in de eerste uren na een aanslag. Maar ik denk dat het heel goed is om dat aan de kaak te blijven stellen. En dat is ook wat ik herken, wat Dennis vertelde, dat wij in de eerste weken na de 7 oktober ook echt actief op zoek gingen naar de menselijke stem uit Gaza. Er werd zelfs een rubriek bij ons, Stem uit Gaza. Om ook die woorden te kunnen gebruiken van menselijke woede en verlies en familie, die aan de Israëlische kant in die eerste week zo sterk aanwezig waren. Dus ja, ik denk dat dit ons wel op scherp zet. Gewoon, hoe gaan we om met taal en wat doet taal ook met anderen die dat lezen? Check. We hebben hier achterin nog een vraag. Dan hebben we daar nog een vraag. En voorin hebben we nog 3 vragen. Mensen komen los. AT5 is weg. Nee hoor, gekkigheid. Let's go. Je hebt wel zo'n workout, hè, Karim, met allemaal rondlopen. Hi, goedenavond. Bedankt voor jullie mooie woorden tot zover. Mijn naam is Kinel Kajoui. Ik ben journalist, columnist en ik werk ook als docent onderzoeker bij Hogeschool Windesheim, bij afdeling journalistiek. En mijn vraag gaat eigenlijk over beeldvorming. We hebben het vandaag ook over beeldvorming, moslims in de media. Het lijkt een containerbegrip, het is het niet. Ik wil niet zozeer direct overgaan naar het onderwerp Gaza, maar ik ga het toch doen. Ik vind dat als we het hebben over gelijkwaardigheid, representatie, dan moeten we het hebben over de Palestijnen. En met name onze Palestijnse journalistieke collega's. Ik merk in de media de afgelopen tijd dat er zo weinig sentiment is voor het leed, de dood, de ellende die, zeg maar, die ze meemaken. De aanslag op Charlie Hebdo in 2016, het ging volgens mij om 2 collega's, vreselijk. Werd echt in de talkshowtafels, aan de talkshowtafels besproken, wijd met covers op de kranten. En volgens het comité to protect journalists zijn er al 83 collega's gesneuveld. Mijn vraag aan jullie is, hoe gaan jullie hiermee om? En waar blijft dat sentiment uit om deze collega's toch een hart onder de riem te steken? Check. Er mag zeker een antwoord op komen. Wie wil? En dan misschien ook wel omdat we echt in die insteek zitten van, hoe zou het moeten? Of hoe zouden we kunnen komen tot journalistiek over, goede journalistiek, ja, over en voor moslims? Dat we ook kijken naar hoe dan, misschien. Dus het is geen blame, denk ik. Maar het is vooral een inhoudelijke vraag over hoe kunnen we goede journalistiek. Ik zou er wel iets over willen zeggen, hoor. Ik vind het ook echt heel leerzaam dat je dit zegt. Dus dank je wel. Ik denk het is überhaupt en allebei heel gruwelijk en onvergelijkbaar, Charlie Hebdo en wat er nu gebeurt. Ik denk simpelweg dat de meest pijnlijke waarheid is dat journalisten zeker rouwen om die 83 mensen die echt hun leven geven, terwijl wij hier op een goed verwarmd podiumpje zitten. Maar die 83 wegen in het staan helaas in hoofdletters en uitroeptekens en in een kleurtje. Tot niets staan zij tot de 26, 28, 30.000 overleden inwoners van Gaza, inclusief heel veel kinderen. Dus ik vrees een beetje dat het een hele moeilijke vergelijking is. Die mensen van Charlie Hebdo, dat was een redactie, daar kwamen wat allerlei gruwelijke omstandigheden bij elkaar. Maar hier is de ellende exponentieel groter. Dus ik denk simpelweg dat, ik zou het, om eerlijk te zeggen, als we het hebben over hoe kan het beter, zou ik niet noodzakelijk pleiten voor meer aandacht voor de overleden journalisten. Omdat het is extreem gruwelijk, moeten we absoluut bij stilstaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, in verhouding is 28.000... Denk jij, Freek, eventjes, denk jij niet dat het ook wel toch ergens voor staat? Want journalisten worden niet voor niets daar vermoord. Dus ik weet dat, inclusief op de redactie van Trouw,
journalisten uit Rusland, Russische linkse journalisten die in Rusland niet veilig zijn, hebben wij hier opgepakt. Ik heb als vakgenoot naast de Oekraïners gezeten. Waar zijn fucking mijn vakgenoten? Witte Nederlandse vakgenoten die nu zeggen, die journalisten daar, ja, die 24.001, maar die journalisten, dat zijn wij. Ik hoor ze niet. Ik hoor jullie echt niet. De NVJ heb ik en anderen hebben de NVJ verzocht. Tot op heden heeft de, weet je wat de NVJ terug heeft geschreven? De directeur, ik kan je de appjes laten zien. Wij voelen ons ongemakkelijk. We weten niet wat voor statement we moeten maken. Ik vind het best, maar heb dan allemaal de ballen om dat gewoon te zeggen. Om te zeggen, wij weten niet wat we moeten doen. Voor de duidelijkheid, ik ben niet van de NVJ. En ik ben zelfs daarom is het ook eigenlijk best wel goed dat deze vraag nu ook naar boven komt. Want het is precies eigenlijk waar het ook nu natuurlijk vanavond om gaat. Dat ook gewoon in deze oorlog het ook over persvrijheid gaat. Zeker. En het gaat natuurlijk ook over, het gaat over representatie in de media. En we vinden het superleuk en interessant dat onze redacties anders worden. Maar op het moment dat de discussie dan een beetje moeilijk wordt, dan moeten mensen ineens hun mond dicht houden. Dus daarom vind ik het ook wel echt heel supergoed dat zowel bij de ANP Trouw als bij RTL Nieuws, dat er in ieder geval ruimte is om naar elkaar te luisteren. Want eigenlijk is dit ook wel heel bijzonder. We komen hier ook op redacties gewoon een stap verder met elkaar. Door ook als het moeilijk gaat, andere perspectieven toe te laten. En niet vanuit de blik, van zo heeft de journalistiek altijd gefunctioneerd. Zo hebben we altijd gedacht. Want wij komen natuurlijk wel echt uit een soort calvinistisch denkend land, waar altijd natuurlijk hele warme banden zijn geweest met Israël. En dat is ook goed om aan jonge collega's uit te leggen waar dat vandaan komt. Maar het is ook goed om te luisteren. Ja. Mag ik dan toch nog wel even zeggen, voordat we in die cirkel verzuipen met elkaar, wat terecht is dat ze het er met elkaar over hebben, hoe dan? Want ik heb gehoord dat omdat collega's zich uitspreken, er daardoor ook andere taal wordt gebruikt, of dat er andere perspectieven worden geboden. Wat dan wel? En help me ook, help mij ook. Ja. Een gerenommeerd collega. Als het gaat over wat dan wel, wat ik heel de tijd al denk bij deze foto's, die overigens prachtig zijn. Maar ik heb het gevoel dat wij moslims, dat we altijd als een aparte diersoort worden behandeld in de media. Dus waarom maak je niet zo'n fotoreportage die gaat over liefde en intimiteit, en plaats je daar ook een moslimkoppel in, zonder dus weer een aparte rubriek daarvan te maken. Maar inclusiviteit gaat er voor mij over dat jij ook over thema's als liefde en intimiteit mag praten. En niet alleen uitgenodigd wordt om radicalisering te verklaren. Precies, inderdaad. Dus dat. Dat lijkt me in ieder geval een heel goed begin als het over inclusiviteit gaat. En waar ik wel een beetje moeite mee heb is, ik kijk even naar de mensen van Trouw. Want ik heb toen die vragenlijst bekeken. Want ik dacht eerst van, ik ga hem invullen. Maar ik heb toen de vragenlijst bekeken. En ik zag die vragen en ik vond ze best wel suggestief, stereotyperend. Dus ik was daar eigenlijk ook best wel boos over. Dus ik heb hem ook niet ingevuld. En hij is daarna ook wel flink viral gegaan. Dus ik vroeg me eigenlijk ook af wat jullie daarvan hebben geleerd. Goeie vraag. Wat hebben we ervan geleerd? Jullie mogen. Ja. Allereerst dat het echt een worsteling is geweest. En we hebben dat ook gezien met die vragenlijst. Het was gewoon heel lastig, want de vragenlijst is gewoon uit de brainstorm ontstaan. Ook met de mensen, wat ik vertelde van mensen die zelf islamitische wetenschapper zijn of uit daarin zijn opgegroeid en dezelfde soort onderzoeken doen. Een beetje sociologisch. Die ons daar ook advies over hebben gegeven. En de vragen uiteindelijk worden opgesteld door het panelbureau dat ook zeg maar politieke onderzoeken opstelt. Dus de vraagstelling dat je dus cross vragen doet, daar zitten wij niet allemaal zelf aan te schrijven. Wij hebben wel die onderwerpen al duidelijk gedefinieerd dat we carrière en relatie en geloof, gezin wilden doen.
Maar ja, wij hebben die sommige reacties ook wel gezien. Dat soms interesse ook wordt opgevat. Ja, nou worden wij weer gevraagd daarna. En ook wel dat wat jij omschreef als... waarom ben ik dan bijzonder? Waarom moet ik dit beantwoorden? Daar kan ik eigenlijk ook alleen maar op zeggen... ja, we hebben dit geprobeerd. We hebben de best try gegeven. Anders doen. Sommige dat, dingen ja. wel. En wat dan? Nou, wat jij zegt van hè, wat je als streven zou kunnen hebben, dat je een serie maakt over liefde en intimiteit of over mensen die carrière tijgers, ik noem maar wat. Dat daar gewoon mensen van allerlei pluimage tussen zitten, dus dat dan de moslim ook komt. Ik denk wel zelf dat nu, en dat heeft Marwan volgens mij heel goed omschreven, dat de liefde en intimiteitsserie en de interviews van Somier nog waarde hadden om apart te doen. Juist omdat het ook onder moslims, hè, wat binnen het gezin niet zo gebruikelijk is als in het gemiddelde andere gezinnen. Er zat bijvoorbeeld ook een lesbisch koppel bij deze serie. Dan kun je ook zeggen, waarom is die er dan bij gezet? Moet je dat nou weer benadrukken, dat dat lastig ligt? We hebben het allemaal bediscussieerd. En ik denk dat is voor ons ook de waarde geweest. En de tips die we ook uit de mensen die het dan wel invulden hebben gekregen van... maar ik mis die in die verhalen. Dat was dan een open vraag. Daar hebben we ook heel veel van geleerd. En die verhalen zijn we er nu ook nog steeds af en toe aan het maken. Daar putten we uit. Check. Ik ga heel even naar boven kijken, naar de regie, om te vragen hoe lang hebben we nog? Oh, dat is nog best veel. Kwartiertje. Als we gewoon ervoor zorgen dat iedereen zijn vraag swift en snel stelt. En de antwoorden ook meteen tot de inhoud zijn. Gekkigheid. Even kijken welke handen waren. Jij sowieso als eerste. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5... zes wow, yeah. vragen in ieder geval. Wow. I'm gonna try it. Ga gewoon even zo die kant op. En dan help me en vergeef me als ik je oversla. Help me wie dan de volgende is. Check. Wie ben je? Want we weten dat je nu op de redactie van RTL werkt. En wat is je vraag? Yes. Mijn naam is Ivy. Ik werk inderdaad bij RTL Nieuws. Collega van Dennis dus inderdaad. Maar ik wil eigenlijk even terug naar het punt dat mijn collega, of mijn buurvrouw hier net zei over de woordkeuze. En daar werd gereageerd, ik weet niet meer door wie, maar ik vond het een vrij logisch antwoord. Dat snapte ik inderdaad, hè, als politie of openbaar ministerie noemt iemand een terrorist, dat je dan niet een verwacht persoon ervan kan maken en omgekeerd. Maar je kan wel in andere zaken een keuze maken. En we hebben gezien, na 7 oktober werd Hamas de eerste dagen heel erg vaak aangeduid als... Het islamitische Hamas of de islamitische terreurgroep Hamas. We hebben vorig jaar gezien rondom de protesten in Iran, werd continu gesproken over het islamitische Iran. Er wordt nooit gesproken over de Joodse staat Israël. Dus er wordt continu de nadruk gelegd op het islamitische dit, het islamitische dat. We hebben ook gewoon een Joodse staat. Daar wordt nooit daarover gesproken dat de Joodse staat Israël Gaza bombardeert. Ik zou daar graag een reflectie op willen. Check. En Nora, ik heb jou nog niet zoveel gehoord, maar ik weet ook dat jij daar ook iets van vindt. Zonder dat ik jou... moe. Ja, ik weet het. Nee, echt. Want we hebben daar ook wel eens over gesproken met zeker. Elkaar. Zeker. Ja, heb je een concrete vraag of moet ik gewoon gaan ranten? Want dan moet je me afremmen. Jij hebt... ik zal niet veel in detail treden, want het is helemaal niet relevant. Maar wij hebben toen intern binnen de NTR het gesprek ook gevoerd over Palestina en Israël. Ja. Toen hebben we ook over woordkeuze gesproken. Over hoe noem je het? Palestina en Israël. Of niet Israël en Gaza. Noem je het Israël en Gaza. Of... Precies. Dus de woordkeuze doet wel wat. En wat vind je van de vraag? En ga los. En ik zou in de tussentijd willen vragen ook aan de collega's die erbij zitten. Het hoeft helemaal niet. Hè? Als je denkt, nou, ik vind het te lastig om daar nu de aankomende paar minuten aan te besteden. Nee, het zijn hele mooie vragen en terechte vragen. Ik denk ook echt, we zijn klaar met om de hete brei heen, of hoe je dat ook noemt. Ja. ik ken gezegd, dat gaat niet zo goed aan. Nee, maar het is, ik weet niet beter dan dat wanneer het over moslims of Marokkanen gaat, dat er hele andere woorden worden gebruikt. Klein voorbeeld, eerwraak.
familiedrama. Mm. Iemand zei net inderdaad terroristische aanslag versus verwarde man. Nou, dat soort. Ik ben daarmee opgegroeid. Op een gegeven moment word je er ook een soort van, ja, nou, het is maar wat het is. Maar het is wel een keer klaar. En ik vind dat die tijd is nu. Dat we daar met z'n allen bewust mee bezig zijn. En het is niet meer genoeg om te zeggen, we doen ons best en we letten erop. Nee, change it nu. Woorden doen meer dan mensen denken, denk ik. Zeker. Die beklijven, die blijven hangen. Dragen bij aan beeldvorming. Waardoor ik me als moslimvrouw met Marokkaanse roots, waardoor ik 10 keer zo hard moet werken om te komen waar ik nu ben. Alleen omdat woorden worden gebruikt zoals ze worden gebruikt. Omdat afbeeldingen worden gebruikt zoals ze worden gebruikt. Omdat ik in een bepaald hoekje gestopt moet worden. En nog steeds vragen krijg als, zou je je hoofddoek af willen doen voor een tv-programma? Ben jij dan ook uitgehuwelijkt? Wat vindt je man ervan? Wat vindt je vader ervan? Het is klaar. Punt. Jammer dat die uit is. Zet me aan. Zet me aan, Sali. Ze is on fire. Oké. Ja, dat was daar, hè. En dan achter jou was er nog één. En dan gaan we zo die kant op. Check. Wat is je vraag? Ik ben heel benieuwd naar, want ik hoor nu vooral wat wij van jullie willen. Maar ik ben ook heel benieuwd, vooral van de redacteurs, van hoeveel moeite nemen moslims dan ook om zelf beter in de media te staan. Want ik kom uit het oosten van het land. En iedere moslim of Turk of Marokkaan of christenen die ik kende, niemand was geïnteresseerd in media. Het was gewoon van, als ik iets in een studie doe aan de journalistiek, dan word ik later werkloos of dan ga ik aan uitkering. Maar mijn vraag is, hoeveel moeite doen moslims dan ook om te solliciteren bij de krant, om een stage te krijgen? Want ik heb daar zelf geen idee over. Mag dat beter? Is dat voldoende? Komen ze gewoon niet? Hoe zit dat? Goud, ja, alsjeblieft. En er zijn ook natuurlijk hier een aantal toppers in de zaal die daar allicht iets over kunnen zeggen. Ja. Nou ja, op de school van journalistiek zijn heel weinig mensen te vinden, vind ik. Met bijvoorbeeld islamitische achtergrond, niet-westerse achtergrond. En de media hebben het er ook gewoon zelf al naar gemaakt in de loop der jaren natuurlijk. Als jij je constant niet gerepresenteerd voelt, waarom zou je er dan naar gaan kijken? Ik ben 1 keer op een feestje binnengelopen, 20 jaar geleden, en toen was ik de enige witte man. Hoe voelde dat? Nou ja, maar serieus, dan heb je gewoon het gevoel, ik ben de ander. En iedereen keek naar mij, hij kon ook niet dansen, weet je wel. Maar het is ook... Stereotype. Als jij naar iets kijkt, en wij hebben best wel veel witte presentatoren. Als jij je gewoon letterlijk niet herkent in waar je naar kijkt, dan haak je gewoon eerder af. Dus ik snap je vraag wel, maar we hebben het wel echt zelf naar gemaakt. En dit is het begin van de inhaalslag. Ja. Check. Zeg je daarmee kip en ei? Ja, daarom waardeer ik ook een aantal collega's die hier in de zaal zitten, die ik al sinds al wat jonger ken, die het nieuws presenteren. Bij mij is trouwens ook de school van journalistiek niet per se meer een pre om iemand aan te nemen. Terwijl ik zelf wel op de school van journalistiek... Ik heb in Quindesheim gezeten. Omdat je gewoon... Je wil... Ja, nou ja, talent en mensen die ook echt gewoon echt andere verhalen met zich meebrengen. Mm. En anders kijken dan... Want mensen die van de school van journalistiek zitten, worden toch wel een beetje in een soort van mal opgeleid. En ik denk altijd, ik heb ook het vak eigenlijk in de praktijk geleerd. Dus als er een goede basis is, dat ambacht, dat krijg je wel onder de knie. Ik bedoel, schrijven, dat leer je gewoon ook echt door het veel te doen. Datzelfde geldt ook toch met televisie maken. Cool. Ja. Wil je daar nou mee zeggen, Karim? Je mag nog 10 programma's maken voordat je überhaupt goed genoeg bent? Ja. Of, We hebben nog 15 te gaan. Ja. Er was vandaag... Oh, sorry, nee, ik wil je niet onderbreken. Nou ja, ik wil even ingaan op jouw vraag, maar die linkt eigenlijk ook aan jouw opmerking over die code en over die woordkeuzes. Kijk, ik denk dat de media... Natuurlijk staat niet iedereen te springen van, oh, mag ik met mijn verhaal in de krant, als je weet dat 9 van de 10 keer het verdraaid wordt of anders of negatief is. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt tijdens het schrijven van die 14 verhalen, ook met deze koppels, het is doodeng. Maar we hebben jullie ook nodig, om het maar zo te zeggen. Want die woorden, die moeten echt herladen worden. Dus dat kan niet als je niet je verhaal deelt. Dan gaat
de niet-islamitische witte lezer, die met allerlei vooroordelen is gevormd, die gaat dat nooit kunnen voelen, nooit kunnen begrijpen, als die het verhaal van de ander niet kent. Dus alsjeblieft, probeer ook een beetje, ook weer een beetje dat vertrouwen. Ik probeer heel erg in mijn werk om het vertrouwen een klein beetje te herwinnen. En daar moet ik heel hard voor werken. En dat doe ik met liefde, dat vind ik ook terecht. Want ik vraag heel veel, maar andersom is het toch ook fijn. We hebben elkaar nodig om hier doorheen te komen, denk ik. Nog 3 vragen in 6 minuten. Freek? Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Journalist en bron. Want journalistiek, hè, dat moeten we ook weten. De journalistiek is niks zonder informatie. Is niks zonder mensen. Is niks zonder bronnen. En die moeten elkaar beter leren vinden. En dat is in hoofdzaak, vind ik wel belangrijk om te zeggen, de rol van de journalist. Hè. Ik hoop, andere mensen doen de hele dag al andere dingen. Dus ja, waarom moet je dan... Ja, precies. En dat vind ik dus een heel goed punt. En vandaag is er een nieuwe term bij ons ontstaan, en dat, op de redactie althans. En dat is witte persberichten. En witte persberichten, moet u weten, we krijgen 2000 persberichten bij het ANP per dag. Dat is ongelooflijk veel. En daar zitten dus mensen 24 uur per dag persberichten te lezen. Zit daar nieuws in? En al pratende hebben we... wordt enorm duidelijk dat die persberichten maar niet uit alle hoeken van Nederland komen. En in ons eindeloze streven om Nederland te laten zien in al haar prachtige facetten en of zijn, dat weet ik nooit zo scherp, maar mooie facetten en verschillende plekken, moeten wij actief op zoek naar bronnen die ons daarna ook beter weten te vinden. En dat is inderdaad, daar zit vertrouwen. En ik ben heel blij dat je dat zegt. En dat journalistiek moet dat ook willen geven. En dat is een relatie die je met elkaar moet opbouwen. Ik breek bijna mijn rug. 3 vragen. Ze zijn er trouwens wel, maar ze haken soms af. Of ze worden soms ontslagen, de journalisten van kleur. Maar dat terzijde. Ik had een vraag voor Freek. Mm-hmm. We hebben het over moslims in de media. We kennen elkaar, vandaar de knipoog. Ja. Ik wilde het hebben over moslimvrouwen in de media, specifiek. Ja. En vooral beeld. Ja. Je had het natuurlijk net, en Marwan zei het ook een beetje, maar zo stereotyp elke keer in de media. Vooral ANP-berichten dragen daar ook aan bij, of ANP-beeld. Want dan gaat het bijvoorbeeld over armoede. Of niet kunnen rondkomen. En dan zie je inderdaad een moslimvrouw met een dirktas. Of dan zie je, gaat het over huiselijk geweld, moslimvrouw. Dus in het kader van, hoe kan het beter, Freek? Ja. Ja. Misschien ook gewoon een paar foto's maken, of laten maken door Marwan. Ja, hè? Ja, dat is, daar komen we uit, Marwan. Om gewoon... Om vrouwen, ja, foto's van moslimvrouwen te maken terwijl ze carrière aan het maken helemaal zijn. Of eens. In een snelle auto rijden. Of helemaal weet eens. Ik veel wat. Of, ja, of een goede baan hebben. Hé, 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 hé. Nee, daar ben ik niet mee eens. Ja. Met of zonder hoofddoek wordt gezegd. Ja, heel snel. Want het is 3 minuten en 2 vragen nog. Nee, het is een hele goede vraag trouwens. Je hebt natuurlijk het onderzoek van Chidam Yüksel natuurlijk. Onder Turkse vrouwen. Dus het is natuurlijk heel erg belangrijk dat het ook constant blijft soort van onderzocht worden van, hey, hoe ziet dat nou uit eigenlijk, dat archief? Want het is echt het best groot archief van ANP. Het is van oudsher natuurlijk ook gewoon een idee, soort van een visieuze cirkel. Hey, dit beeld wordt gebruikt. Fotografen denken van, oh ja, nou, dat moet ik dat beeld maken. En door dat beeld te maken, zit je weer soort van weer in die curve waar je elke keer weer een soort van herhaling van beeld is. En er zit natuurlijk een hele grote druk op, omdat de tarieven voor fotografen ook minder zijn geworden met de jaren. Dat daar soort van een bepaald druk achter zit, zo van, hey, we moeten echt... Jij vertelde net over anderhalf dag. Ja. Zo, nou ja, ik zou het niet doen. Nee. Ik zou niet anderhalf... Ja. Nou, Freek, even antwoord. Ja, ik zal het ook heel kort houden, want dan, dat geeft ook ruimte voor anderen. We hebben ik ben met jullie allebei eens overigens. We hebben een databank van 75 miljoen beelden.
Dat is ongelooflijk. En daar staat heel veel in. En alsjeblieft, je kan hem zelf bekijken aan pfoto.nl. En je kan zelf. Maar als je huiselijk geweld intoetst, dan krijg je dit soort beelden? Nee, als je huiselijk geweld intoetst, krijg je gelukkig niet dit soort beelden. Dat zou, als dat zo zijn, dan heb ik morgen terecht geen baan meer. Dus daar zitten die foto's in. En we werken heel hard om onze afnemers te vertellen, alsjeblieft, neem die foto's ook. En dat is een en dat ook dat is vertrouwen. Wij kunnen niet bepalen wat de Telegraaf of NOS of nu.nl, ik noem verschillende titels, want het gaat namelijk om alle media, welke foto's zij kiezen. Maar we bellen ze elke dag en we vertellen elke dag, we hebben fantastische series en binnenkort ook van Marwan. Althans hoop ik. Dus ik ben het gewoon ontzettend met je eens. En dat is iets wat we ook samen moeten doen. Mag ik je er vanaf nu dan op wijzen als ik iets voorbij zie komen? Alsjeblieft, echt iedereen. Ja, maar dat is volgens mij, Nora, fijn dat je dat zegt. Ja. Volgens mij zit daar ook echt iets heel belangrijks in, dat we erover blijven praten. Zeker. Ja. Ook over blijven praten, hoe pijnlijk het soms ook is. Ik heb hier nog 3 vragen. De eerste die heeft hier betrekking op, dus die doen we even. En daarna gaan we naar u en daarna gaan we naar u. Nou, niet zozeer een vraag. En Freek, gewoon niet hopen, maar gewoon doen. Daar begint het mee. En over beeldvorming gesproken, dat vind ik zo mooi aan VPRO met dikke vette leugens. Je ziet een moslima die diëtiste is. En Thierry met therapie, je ziet een moslima die psycholoog of therapeut is. Is van Human, moet ik wel even zeggen. Sorry, van de Human, oh sorry. Maar het belangrijke is voor de komende generatie dat ze ook zien dat er meer is dan de boodschapdoenende vrouw van Hart van Nederland op de markt. Want beelden, net als woorden, dat heeft impact. En voor de komende generatie, ook als je journalisten wil, laat ze zien. Ja. Laat ze zien, want anders gaat het niet veranderen. En ik nodig de media ook uit. De islam is meer dan het geloven. Hè? We hebben poëzie, we hebben kunst, we hebben muziek. Er is wetenschap. Ja. Er is veel meer dan alleen. We zijn meer dan ons geloof. Dus begin daarmee. En een shout-out naar Marwan. Want uiteindelijk, en Noora heeft dat ook gezegd bij de inclusierevolutie. Als die tafel, als wij er niet aankomen, dan bouwen we die tafel zelf. Dat vind ik zo een krachtige uitspraak. En Marwan laat dat zien. Want anders maken we zelf onze beeldvorming. Ja, zeker, zeker. Er is een grote schade geweest die vertrouwen in de media de laatste tijd, zeker nu wat is gebeurd. Het is niet alleen het is moslims natuurlijk, maar ik zie het meer als de grote rift tussen de Global South, als je wilt, en de westerse media, de westerse mainstream media. En natuurlijk woorden is belangrijk, die zijn al subtiele verschillen, ik zie het elke keer. Maar ook waar is die onderzoeksjournalistiek die echt kritisch is voor wat gebeurt nu? Daar jullie gaan naar die politici om echt te onderzoeken waarom we wonen nog in een land die heeft recentelijk nog gestemd voor, niet gestemd voor een ceasefire in Gaza, over die levering van die spare parts van die F-35. Ik zie niet in proportie nog steeds dat de media gaat echt hard aan het onderzoeken, om echt te onderzoeken door te vragen waarom is het gebeurd. Het voelt eigenlijk als een land waar dus nog steeds een black box, waar je weet niet waar die beslissingen zijn gemaakt. En hoe zijn ze gemaakt. Wie, en anders nemen we het mee als een belangrijke boodschap. Wie zou erop willen reageren? Allicht vanuit het perspectief van, is media niet enorm vluchtig en snel geworden? En blijven we on the surface en gaan we niet meer zo diep? Is dat geld? Is er geen geld en tijd meer voor misschien? Nee, of gebeurt het, maar zien we het niet? Of zie ik het niet? Nee, ik wil er wel iets op zeggen. Ja. Dit zijn onderwerpen waar we echt wel op inzetten. En het lukt niet elke dag om de aandacht aan te besteden. Het is misschien een gekke vergelijking, maar ik ga hem toch maken. De zaak MH17 is ook een hele moeilijke waar je antwoord op krijgt. Waar je veel meer antwoorden van wil hebben en ze ook niet krijgt. Ja, dan hebben gelukkig journalisten tegenwoordig middelen zoals de WOP en de WO om dieper te gaan. Vorige week weer een teleurstellend antwoord vanuit de Nederlandse overheid gekregen, maar wel door willen gaan tot je de waarheid weet. En dat geldt voor die zaak en eigenlijk ook voor deze zaak. Laat gewoon niet los, maar we kunnen er alleen niet elke dag over berichten. En ik snap wel waar de ergernis vandaan komt overigens. Mm-hmm. Laatste vraag. Ja, dankjewel.
Ik heb eigenlijk voor jullie allemaal een vraag. We hebben het over journalistiek. Ik ben zelf voedingswetenschapper. Ik doe echt niks met journalistiek. Ik denk dat ik net als alle andere mensen vaak ook op social media rondkijk wat er allemaal in de wereld speelt. En wat mij een beetje ongerust maakt of verontrustend is, is dat het feit dat de impact van media ook op de mentale gezondheid best groot is en dat we dat eigenlijk niet moeten ondermijnen. Als we het hebben over goede journalistiek, dan gaat het vaak over top 10, beste post of zoveel mogelijk views krijgen of likes. Viraal gaan. Maar mijn vraag aan jullie is, hoe zouden jullie ook met de kijk van mentale gezondheid en de impact van social media en media in het algemeen, hoe zouden jullie willen dat we dat met elkaar kunnen veranderen in goede journalistiek, wat impact heeft, wat ook verbinding maakt, maar niet zo snel hoeft te zijn? Wie durft? Nou, ik ga mijn handtekening eronder zetten als dit een manifest zou zijn. Ja. Mag ik daar een korte reactie op geven? In het verlengde daarvan, niet zo lang geleden een interview gegeven met de geweldige Soumaya hier voor Trouw. En de reacties waren overwegend positief, maar onder datzelfde account van Trouw ook, ik bespaar jullie de verhalen, maar heftig racistisch over mij als persoon. En die opmerkingen staan er nog steeds. Als je het dan hebt over beeldvorming, wat draagt het? Mensen lezen dat, ik lees dat. Moet ik zeggen, ik heb ondertussen een olifantenhuid gekozen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn die om die reden afhaken. En ook geen support ervaren van zo'n krant waarbij je toch echt je hele verhaal hebt verteld. En dit is naar niemand persoonlijk. Hè, maar, dus het verlengde daarvan als je het dan hebt over mentale gezondheid. Want dat ging bij mij. Ik ben voor, we moeten die comments gewoon uitzetten wat mij betreft. Ik vind het echt, ik snap. Ja, of lidmaatschap stoppen. Of harde straffen. Ja, straf. Check. Nee, maar dat is wel een belangrijke. Check. Om nog maar te zwijgen over kritiek van de eigen groep. Dat is ook een andere. Ja, alsof het allemaal heel homogeen is. Ja. Ja, heeft iemand al een en ander over gezegd. Hè? Meerdere mensen zeggen daar iets over. Mag ik een hartelijk applaus voor deze geweldige panelleden? Dank u wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze prachtige avond. Ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel geleerd van jullie allemaal. Ik vond het een eervolle taak om dit te mogen voorzitten. Dank jullie wel voor jullie bijdrage, voor jullie wijsheid, voor jullie filosofie, maar ook voor jullie kwetsbaarheid in die zin dat je soms ook niet alles weet, maar ook voor je openheid. En ook bedankt voor al jullie vuur in de zaal. En blijf dat vuur aanhouden. Blijf daar vooral ook gebruik van maken, zodat we dingen kunnen gaan veranderen. Mag ik dan nog één keer een hartelijk applaus voor jullie zelf? Ja, en dan geef ik eigenlijk het woord, Soumaya, aan jou, want jij hebt nog wat dingetjes voor mensen. Ja. Oh. Ik denk, moet ik het nou verklappen of niet? Een applaus voor Karim. Ja. Hey. Ik vind het zo bijzonder dat ik zoveel gemeen heb met heel veel mensen hier. Als ik uitgenodigd werd bij talkshows aan het begin, was het altijd omdat ik iets over radicalisering en moslims moest zeggen. En nu word ik gelukkig ook uitgenodigd omdat ik onderwijsprofessional ben, om over onderwijs te praten en gelijkheid te praten. Dus dat is een genot. Kale hoofd hebben. Kale kopjes. Oh ja. Men's health of zo. Oh, wat lief. Dankjewel. Ja, kijk eens. En als een soort formaliteit doen we dan nog één keer een applausje. En dan ronden we af en gaan we lekker borrelen of zo. Voel je dat? Halal borren. Dank jullie wel.